open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Goedemorgen, mooie mensen. Dit is raar. Normaal stream ik in Engels. We hebben een Nederlands map, Drentse Vaart. De groene trekkers op de map. Die noemen we shop vehicles. Die staan een beetje bij de winkels en zo. Speel met. Ja, zijn naam is eigenlijk Simply Assassin, maar hij misspelt zo. Dus op het moment even Smipply. Ik heb ergens een shoutoutje voor hem. Yes. Dus dan kun je zijn kant van dit verhaal volgen. We beginnen met iets van 2500. En verder is helemaal niks. We gaan werken gewoon met de lening en zo. Het enige wat we hebben is een stuk land. Waar we zo heen fietsen. En het is een fiets dus. Dus even kijken wat het gaat brengen. Zoals ik al zei, normaal gesproken het Engels. So for the English people, I'll be back tomorrow in English. En voor nu, even Nederlands. Dus kijk, is Smipply al aan het fietsen? Smipply is nog niet eens aan het lopen. We gaan het zien. Ik stap vast op de fiets. Ik moet wel even kijken hoe dat werkt, want dit is de eerste keer dat ik fiets in de Simric. Kan ik. Oké. Okay. Ja, dit is raar. Doet mijn bel het? Oh ja, er zit geen bel op, laat maar. Dus ja. Dit is zo raar, fietsen met een rondstuur. Ja, oké. Okay. Oh, ik heb trouwens een muziekje, dat moet ik niet vergeten. Play! Hoppakee. Dus. Muziek spamt wel een beetje in de comments, spijt me. Het is een gratis versie van Pretzel Rocks. Ik wil even een klein stukje sparen en dan ga ik hem kopen. Want het bevalt me wel. Ik weet dat mijn naam Punkrock Dude is, maar ik denk dat jullie het leuk vinden om dit soort muziek te horen in plaats van het geschreeuw van brrr. We gaan het zien. Het is veilig. Dat is in Ziederijn. Kom straks wel een keertje. Vast wel. Oh, mijn kaart is weg. Die moet ik wel even hebben. Dan kun je de weg niet man. Dit is zo raar in het Nederlands. Oh! Tukkie fietsen. Een kabit schieten. Of dat het nieuw is. Wat mooi gemaakt is, man. En ik had het een beetje jammer dat het in de citerijn rechtdoor moest, volgens mij. Ik vind die zo gewoon nieuw. Ik vond het wel jammer dat alle winkels op het industrieterrein zitten. Je moet ook in hetzelfde plekje. Maar... Oh ja, cafeïne, want het is vroeg. Proost. Eentje verder, denk ik. Ik heb een testrondje gedaan laatst, maar ik weet niet meer. Doe mijn mic dit keer? Ja. Laatste stream zonder mic. Handig. Laten we weer naar links hier gaan. Een stukje zand weg. De map erbij. Oh, Smipply is ook aan het fietsen. Ik heb afgesproken met Smipply bij de crossbaan. Dus
moet even zien. Zo jammer dat er geen fietspelletje in zit. Mooi alles vlak. Aan de ene kant een beetje saai, maar aan de andere kant. Het is mooi Nederland. Er is verdomd weinig in de velden hier trouwens. Oh, ik heb de verkeerde afslag genomen. Ja, Smip is dan nog daar aan het fietsen. Fietsen hem wel even tegemoet. Vindt hij vast niet erg. Hopen dat ik hem niet stoor. En dan vergaat je op de fiets, altijd handig. Opklikstuur hebben we, fietsstuur. Ik moet zeggen, het stuurt wel een stuk fijner met de... Het stuurt wel wat fijner bedoel ik. Als je met een muis, of met een muis, met de WASD doet. Dan ga je alle kanten op, behalve de roeien. Oh, hier is de winkel. Oeh. Oh, hobbels in de weg. Deze kant op. Oh, fietspad. Dat is mooi makkelijk. Oh, dan zit ik aan de verkeerde kant van de weg. Oeps. Ik zie hem daar fietsen ergens op de kaart. Oh, dat kunnen jullie niet zien. Het zit achter het ratje. Moet ik er nou helemaal mee, niet toch? Nee, volgens mij niet. Oké, de crossbar. We kunnen wel een stukje of in fietsen. Fiets niet helemaal voor gemaakt, maar. Waar is de ingang? Dit is de ingang door gewoon. Oeh! Ik heb een third person. Hier, yeah, hoppakee. Vol gas. Maak er een stukje rallycross van. Dat is mijn plier is. Volgens mij kunnen we hem straks daar zien. Ja, yes, daar heb je hem wel. Heel licht op de achtergrond, dit niet. Ik ga even een rondje over de baan heen. Oh jee, yeah. Jump 1-2. Zo stom. Verschrikkelijk. Maar dit bestuurt een stuk fijner, de fiets. Dan ga ik de fiets vaker gebruiken. Hey, oh toch. Oh toch. Bijna een frontflip. Ik kap de music gauw eventjes af. Ik kom zo wel weer terug. Hey Simply. Hey, hallo. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Oh, zeg, ik ben wel. Ik heb geen energie meer. Dus ik heb lekker weer gefietst. Ik ben ook goed moe, ik ben even de baan in geweest. Ja, ik zie het. Ik was iets vroeger dan ik had verwacht. Het stuurt trouwens een stuk fijner, die fiets, met een legit stuur. Och ja, tuurlijk. Het is wel een beetje raar, omdat je met een rond stuur zit, maar het stuurt wel geinig. Dus dat is wel nice. Nou, ik denk dat ik met controle ga ik het ook nog wel doen. Maar nou, eigenlijk moet je dan een aparte stuur hebben met eigenlijk een stok eraan. Dat zei ik ook, ik moest een inklikstuur hebben, zo'n quick release. En dan met zo'n fietsstuur, tring tring. Ja. Ja, mooi man. Maar die fiets ga ik vaker gebruiken, vooral in de simrake. Dus ja.
Dat is wel te doen. Ja, ik heb het goed gedaan, ik heb bijna een ongeluk. Ik lag een paar keer bijna in de sloot. En dan verkeerde afslag, dus ik ben maar een beetje extra gaan fietsen. Dus ja, mooi knooien. Ja. Een mooie fiets trouwens, mooi kleurtje. Ah, ik hoop van groen. Ik hoop van zwart. Ik laatst ook al groen, maar wel merken, accenten. Ja, ja man. Heb je zin om naar de boerderij te gaan? Ja, de winkel hebben ze gezien. Ik heb alleen wat extra gezien. Wat extra? Ja, ik zag jou daar 10 keer staan volgens mij. Elke voertuig had jouw naam boven. De boven? Ja. Alsof jij in elke voertuig zat. Oh, dat is wel raar, want dat hoort niet. Nee. Eerst zag ik 1 keer de naam, ik denk, hè, wat weer bij de winkel. Ja. De rest van de voertuigen kreeg ook de naam boven. Oké. Dan moeten we even kijken hoe dat is. Ik heb nog geen voertuig gezien, dus zal ik eens even kijken. Dus we moeten even opnieuw opstaan, denk ik. Ik weet zwart van de weg, denk ik. Jij hebt het nog steeds dit uit? Doe mijn kniplicht eraan? Nee, kniplicht er niet. Mag je de gevaarlijk licht dan? Ook niet. Ja, het normaal licht wel, ja. Maar het is 6:30, dat moet kunnen. Het licht staat. De zon is al op, we kunnen hem alleen nog niet zien. Hertjes. Oh, hertjes. Oh ja, die zie jij niet natuurlijk. Ja, ik wel. Maar niet degene die jij ziet. Ja. Toevallig links in de bocht zat een hertje. Hertje midden op de weg. Oh, nee. Stik hertjes over. Ik wil niet doorheen fietsen. Ik zal even first person weer zetten. Helpt dit? Oh, daar zit een hele dikke echo in. Wel geinig. Rechtsaf. Oh, ik heb serieus mijn kniplicht aan. Ik hoor getik. Oh, echt? En naar rechts, ja. Ja, ik heb geen idee. Volgens mij moesten we in de buurt van het bos zijn. Ik weet het niet meer. Nee. Oh, waarom? Is mijn stream zo gigantisch lag of is dat mijn computer? Weet ik oh nee, dat is mijn computer. Oké. Okay. Ik heb dit keer geen lag, maar ik heb mijn RAM geüpgraded. Oké. Okay. Oh, nee, dat links. Oh. Sorry. Oh ja, je kunt niet achteruit. Okay. Ja, kan wel. En niet in de sloot. Ja, oh. Het is goed, is gewoon achteruit. Zo. Dan ga je afroodje. Oh, auw! Ja, ik heb een motorbike. Hoe ga je achteruit? S, sperma. Oh nee, wacht. Je hebt Simmerik. Je zit vast. Ja. Heel geinig dat het nu lijkt alsof je een stukje erop zit. Het is een beetje een flashback naar 2009, want toen reed ik met de quad tegen zo'n paaltje aan. Toen vlog ik over de kop en ik 3 dagen in het ziekenhuis gelegen. Serieus, sleutelbeen, alles gebroken. Even kijken of wij... Oh, jij bent weg. Oh. Ik ben er nog. Ja, jouw lichaam was geteamd. Ik zag wel dat je aan het fietsen was. Welke knop spammen zei je net? S. Oh, volgens mij heb ik jou er bijna uit. Ik ga nu een rondje fietsen. Shit, sorry. Even die 40 km per uur oh, halen. Wacht, wat zijn we dom bezig. Het is een fiets, die kan ik gewoon optillen, ja. Knooien. Ik ben zo gewend aan niet de mod gebruiken om iets op te pakken, dat ik gewoon vergeet dat een fiets gewoon op te tillen is. God, wat stom. Knooien. Ja, inderdaad. Oh, mooi man. En nou zie ik jouw verlichting. Ja, ik heb nou wat lamp aan je. Je mag wel uit. Druk de plonk op de F-knop. Mijn toetsenbord is bijna 2 meter verder naast de Simrig. Ja. Dus, het is een zelfgebouwde Simrig van MDF-hout. Dus ja, ik denk daar rechts in. Ik weet het niet meer. Nee, links. Ik ga op mijn gevoel. Ik druk gewoon eventjes de kaart aan. De navigatie. Nee, zonder kaart. Och jongens, we zijn kast de verkeerde kant op gefietst. Ja, dat zeg ik. We moeten inderdaad naar rechts. We moeten echt legit naar rechts in hier. Naar rechts en naar links. Nou ga je weer terug naar de crossbaan. Cool. Oh. Ik ben blij dat er geen crops waren, maar nee, ik is kapot geworden. Ik dacht die kant op. Ja, ik kan wel zeggen die kant op. Met die bomen daar. Ja, naar die bomen daar, ja. Oh, achter die velden. Ja, hier boven ergens. Boven 133 ergens volgens mij. Oh, wat stom. We wonen hier nog niet zo lang, oké? Nee, we hebben 1 bezichtiging gehad en direct geld neergelegd, toch? Echt, hè? Ja, we zagen het in 3 hetjes, 4 hetjes. Run. Oh, ik stel dat we de boel een beetje gaan doen met leningen straks. We kunnen maximaal 500.000 lenen.
Even kijken, een beetje goedkope zooi kopen. En dan even kijken of we wat kunnen maken van die boerderij. Ja. We raden niemand aan om leningen aan te schaffen. Nee, dus, maar dat niet. Hier mag alles. Ja, in game mag alles. Kom er altijd weer weg, want dan kunnen we safe game gewoon verwijderen. Ja, daarom ook. Yes. Oh, we gaan nog steeds de verkeerde kant op. We moeten hier naar links, ja, dan naar boven. Dan komt het die map meer eruit. Nee, hier niet naar links. Iets verder. Oh, de crossmotoren moeten halen. Oh, heb ik de weg gemist? Oh, ik ga hier naar links. Ik zie straks wel weer anders. Ik zie je volgens mij op afstand wel rijden, fietsen. Nee, dat is een auto. Als je nou gewoon die kant op fietst, dan zie ik je straks aan het einde wel een keertje. Ja. Je rijdt aan de andere kant. Ja, eentje verder inderdaad. Ja, ik was niet opletten, ik was naar de map aan het kijken. Ik zie niet één keer stilstaan. 1. Zo. De navigatie weer erbij. Google Maps. Oh ja, ik zie het. Ja. We komen er wel. Ja. Dan kunnen de kijkers alleen maar meer kijken. Tweede links en dan weer rechts. Ik moet de tweede links en dan rechts. Jij moet rechts en dan links straks. Dan komt dezelfde weg weer uit. Driehoekje. Ik vergeet alsnog links te gaan. Iets wat weer op. Hoppakee. Dan fietsen we elkaar tegemoet namelijk. Ja. Dus, lamp. Ja. Don't eens knippen met die lamp. Ja, ik vind zo jammer dat er geen belletje op zit. Kriging. Ah, eigenlijk wel, ja. Dat is moeilijk. Even het audio van het voertuig. Ja. Gaat één. Misschien kan ik wel een multiknop maken op mijn... op de streamdeck, dan druk ik daar gewoon de toeter in en dan hoor je gewoon een fietsbelletje. Daar kan ik wel even naar kijken. Een beetje nog weg, maar zolang als het werkt, vind ik het goed. Ja, maar we drukken nou op 0, maar als je bijvoorbeeld op 9 dan drukt. Ik heb geen 0, ik heb een stuur. Ik heb een knop waar de toeter staat. Dus, oh, eentje verder nog. We zijn erbij. Oh nee, dat is de BGA of een ding. De molen, die wil ik nog heel graag laten zien op mijn route naar jou toe. Ja, daar ben je wel langs ingefietst als het goed is, bij de rotonde toch? Ja. Ja, maar daar gebeurde het ongeluk, dus ik ben denk ik zo hard afgeleid. Ja, dat is shock, hè? Ja. Ah, daar komen we nog wel eens een keer langs. Ja. Van ons boerderij naar de industrieterrein. Ja. Kibosi. De molen. Dutch. Als het goed is. Ja, yes. Ah. We zijn op de goede weg. Ja, wacht even. Ik ben even heel erg nieuwsgierig. Ligt hier nou een bad? Een bad? Een bad? Ja, wat is dit? Wacht even, kom eraan. Waar ben jij? Ik weet niet of we het mogen laten zien, maar die zit gewoon allemaal bloed aan. Bloed? Wat? What the fuck? Ik weet niet wat dit hier doet. Nou, dat is wel legit, mensen gooien wel vaker puin weg. Ja, klopt. Dat klopt. Ik denk eerder dat het trouwens een roest is, want bloed ligt er vaker in dan ernaast. Ja. Het is een bloedpad. Ja, beetje jammer, maar dat was wel leuk. Bastard. Maar ja, dat is inderdaad, ja. Dat hebben wij legit niet gedaan. Dat is de eerste keer dat we trouwens op deze map spelen, dus... Voor mijn eerste keer dat ik echt eigenlijk veel opvang zou weten en die kikte heel 22. Erg naar uit. Ja, ja, je hebt wel 19 heb je gespeeld, toch? 19 en 15, ja. Wat zei je ook alweer? 17 was het ook alweer. Hobbel weg. 17. Ja, ik heb net wel in het begin gezegd naar jou toe. Anders dan dat. Links. Links, hè? Ja, eigenlijk, nee, gewoon rechtdoor. Zandweggetje, dan komen we bij de boerderij. Daar heb je de boerderij al in de vette. Zie je? Ja, nee, ik zei al dat ik toen destijds die soort van challenge met mijn vrouw had. Dat wij tot 1 miljoen kwamen. Alleen dan was het wel bosbouw. Ja. Ja, de bosbouw kun je FS22 mooi doen. Dat is echt, daar hebben ze een hele gave map voor. Die, wat ik zei, die... die in het DLC ding. Wat stuur jij? Ja, je hebt een stuur. Ik heb knopjes. Ja. Nou, welkom op onze boerderij. Ja. Oh, we moeten een fietsenstalling even hebben. Het is leeg. Ja, het is vrij leeg inderdaad. Ja. Ik sta in huis, dan weet je dat. Even de fiets omdraaien. Maak maar even cake. Ik stond gewoon legit in huis. Dus, ik zet de fiets wel even hier neer. Gewoon naast de... Hoppakee. Volgens mij de fiets moet ik zelfs uitzetten. Zo leuk is het. Oh ja, er zit geen geluid in, dus ik laat hem wel aanstaan. Er zit toch geen benzine in, denk ik. Dus.
Oké, okay, wel 1% damage. Dat is wel een beetje jammer. Wacht, 29 liter. Oh, er zit 29 liter diesel in de fiets. Heb je dat gezien? Zie ik nou pas. Ja, jij ook. Oh, je hebt 2% schade. Je hebt inderdaad aangereden. Wel lukken. Klein ongeluk gaat je. Tja. Wat is de boerderij? Is de boerderij. Eigen kleine tuintje. Hier wou we eerst bij je doen, maar dat ging toch niet. Daar hebben we een andere plekje voor. Ja, we moeten even kijken naar wat we hier gaan neerzetten. Dus aan de kant ook, wel leuk voor kipjes, maar dan krijgen we die pellets met eieren niet meer. Dat is een beetje een nadeel. Kun je die net niet zo neerzetten dat die... Ja, zou ik ook aan te denken. Buiten. Dat is een dwars door de bosje. Want die bosjes kun je helaas niet weghalen, ik had naar gekeken. Dus, die mogen niet weghalen, bedoel ik. Dus, ja, nee, inderdaad. Alles kan, maar die mogen wij niet weghalen. Ja, zien we later, hè. Zien we later. Nee, maar... Dus ja, maar misschien dat we hem iets door de bosjes heen kunnen zetten straks. En dan spawnen de pellets net buiten. Dus misschien dat we dat kunnen doen. Moet even kijken. Ja. Dus. Dan ligt hier een oude trekker in de vijver. Helemaal kapot. Er zit nog 40 liter diesel in trouwens. Moeten we even een keertje uitzuigen. Nee, is niet meer bruikbaar. Is ja. En hier gewoon even weghalen, weet je wel. Is ecologisch om net. Niet verantwoord. Dus. Dus ja. Nou, dit is ons veld. Oh, ons hondje? Oh ja, we hebben een hond erbij gekregen. Oh, ik ben de naam vergeten. Oh, wat erg. Hij heette, Joker, zij heette, eerst Joker, maar die is veranderd worden. Ringo is het, ja. Ringo. Ja. Ringo. De aaien. Waarom? Ja. De oude was weggelopen, dus we hebben een nieuwe neer moeten zetten. Dat was echt een Joker. Oh, daar ligt hij wel, ja. Ja. Ja, dat balletje kunnen we niet, ooit nog wel eens een keer doen. Balletje kunnen we gooien. Ja. Ja, dit is ons veld. Allemaal nog onkruid ertussen, maar... Wordt ook ingeregistreerd als veld, dus daar let maar niet op. Nee, nog niet. Gaan we nog mee bezig. Straks even inploegen en dan gaan we het even mooi maken. En meer opbrengst. Ik denk dat we gewoon gelijk beginnen met gras, of niet? Dan hebben we niet al een paar balen klaar liggen. Of we kunnen het ook in tweeën opdelen, bedenk ik maar nu. Bijvoorbeeld vanaf de schuur of zo. Vanaf hier. Een rechte streep naar voren en dan links, weet ik veel, granen en rechts... Oh, ik heb mijn spel nog in het Engels staan, bedenk ik. Maar ja, nee. Rechterkant gras. Of andersom. Maar hij staat super strength. Niet naar kijken. Don't look. Nee. Dat is misschien ook een idee. We kunnen twee dingen tegelijk doen. Dat is misschien geen gekke idee. Want gras die levert ook best veel op als we daar balen van maken. Of in een kuil gooien. Best. Gras en barley. Ik heb een spel waar in Nederland staan. Moet even een keer in Nederland zetten. Want ik weet echt de Nederlandse termen. Ik weet niet eens wat barley is. Ik noem het altijd het snelle graan. Omdat als die valt. Ja, als die valt, ja. Even kijken, dit spel. Snelle graan. Was dat niet tarwe? Want je hebt... Nee, volgens mij is wheat voor tarwe. Ja, nee. Ah, oh, echt. Het is dan speedweed. Speedtarwe, ja. Ah, weet ik veel. Ik zal hem volgende keer in Nederland zetten, het spel. Als dat verzoenlijk wil. Dus, ja, kan dat nu niet. Oh, ik heb gecheat. Ja, die tapknop moet je er even afhalen, denk ik. Ik moet hem gewoon letterlijk unbinden. Ik ga even gewoon een klikje geven. Ik koop vast mijn eerste trekkertje. Voor als jij trekkers koopt, als je dat überhaupt kan. Ik zal even kijken of ik jou daar toestemming voor moet geven. Maar dan moet je even zeggen anders welke je wil hebben. Maar niet te duur, want we kunnen maar maximaal 500.000 lenen. Dus, als hij maar groen is, vind ik het prima. Ik ga in ieder geval voor de fanfavoriet. Want dat is mijn favoriet. Dat vind ik persoonlijk een fijne base trekker. Oh, dat was de kleine trekker, was het. Small. Ja, best zo'n schuld dat ik dat niet kan vinden. Ja, maar ik moet zeggen, farming heeft ook gigantisch veel keybindings. Wat aan de ene kant best fijn is. Je kunt echt alles uniek instellen. Kijk, 76.000 voor een trekker. Is dat verantwoord? Vind ik wel, toch? Doe gewoon. Ja. Unbind. Hoppakee, ik kan niks meer. Oh, hij doet het nog. Hij kan niet meer doortappen. Dan moet ik op een andere manier naar jou toe. Je kunt via de map kun je goed eens visiten. Nee, nou doet hij het niet meer. Ik kon het nog één keer indrukken. Alle typen. Kan ik andere types? Ik kan mijn naam spellen met de kentekens, maar dat wil niet wel lukken, zoals ik wil. Dus wat dan P. De. En.
vergeet ook dat het gewoon op P is, maar maakt niet uit. Dus kan, oh nee, ga je voor een small of een medium trekken? Small, ik heb de vent favoriet gekozen. Die 500, want die heeft een voor PTO en een achter PTO. Dan kunnen ze ook eventueel Meyer aan de voorkant doen. Dat is een ideale base track, vind ik in ieder geval base track, want dan kan een voorlader, alles kan erop. Dus je kunt Meyer aan de voorkant voorladen. En, ja, hey. Persoonlijk vind ik dat. Super ding. Gelijk de attachment erop. Misschien is het handig om in eerste instantie eventjes gewoon intrekken met voorlader te doen. En dan later dat we even omwisselen met de trekkers, weet je wel. Dat scheelt wel wat geldje. Dat is misschien een idee. Mooi. Yes. Ik heb hier nou niet van mijn voorlader. Moet even kijken. Je kunt die attachment wel. Ja, dat is ook 1500, weet je wel. Dus kun je goed opgeven. Dat kan hem maar niet kopen, want we hebben geen geld. Pff. Moet nog even lenen. Lenen kan niet van het hier, of wel? Nee, dat kan ik alleen. Wel? Ik kan lenen, ja. Gaat via de app, hè? Of wil je echt legit naar een bankje afzoeken? Oh, hier. Hondje. Even aaien. Moet er ook alweer? Die knop, denk ik. Nope. Die knop, denk ik. Oh, het is te veel. Nope. Oh. Nee. Even uitdrukken. Maar lenen doen we gewoon via de app, hè? Ja, makkelijker. We hebben een mannetje. Die fixt dat direct. Ja. Alles gaat tegenwoordig via de app. Doe 250.000 lenen. Voor nu even. Of 252.000 blijkbaar. Okay. Oh nee, 250.000, ja. Zo, shop. De vent. 252. Ik heb geen idee of dat goed is. Moet even kijken wat het kost, hè. Anders is het 250.000 hebben op het moment nog. Ja, wat raad je aan? 50.000 als... Die voor mij is inmiddels 77.000, maar even wat met de voorlader erbij op. Maar die hebben we in ieder geval intrekken met een voor PTO, dus dat we een Meyer aan de voorkant doen. We kunnen een Meyer aan de achterkant doen of een trailer of wat dan ook. We kunnen er een voorlader op zetten. Dus dit is in principe alles. Ja. Dus je kunt ook gewoon een basic ding kiezen eventueel voor trailers en dat soort dingen. Maar dat is aan jou wat jij... Dus, maar ik zou niet duurder gaan dan 75 tot 100.000, een beetje daartussenin blijven. Maar ik zit de hele tijd bij 50 te kijken, dus ik mag nog verder. Dan kun je nog eventueel iets verder, ja. Dus, maar als je kunt besparen, dat is gewoon een goede trekker is, dan zou het goed zijn. Maar zijn John Deere. Die favoriet is in ieder geval een vrij goede, tenminste vind ik, allrounder. Dus. Ja, jammer dat ik nog geen viewers heb. Oh, dan kan ik vragen. Kan dus helpen, hè. Welke rijden jullie aan? Ik ga gewoon met deze over de velden heen rijden. Even kijken. Moet je wel even, als je zo'n, als je zo'n ding koopt, moet je even kijken. Of zo'n voorlader koopt. Moet je even kijken naar hoeveel pk's je hebt, hè? Ik heb met deze, kost 50, dus Proxima HS. Past er ook een voorlader op? Ik kan niet zien, ik heb geen extra stream aan, helaas. 115. Geen idee. Hoe kan ik dat zien? Als je bij de trekker zelf zit, kun je zien. Zit er niks in de sale trouwens? Nee. Ja, helemaal niet nachtkeer. En een vorkje erop. Ze hebben in ieder geval voorzien voor een trekker met vork. Maar dan laten we de fietsen straks nog om bij de winkel staan, denk ik. Vinden ze vast niet erg. Vredestein. Banden, Vredestein, wheelbrand. Hé, hey, maar ik heb donders trekkers kieken inderdaad. Ik vind deze wel goed zo. Oh, Meyer. Frontloader attacher. My. Wat ik dat doen? Frontloader attacher kost 1500. Ja, kan. Ja, die is ook wel inderdaad doen. Dan heb je in ieder geval vast liggen. Want dan kan ik, als ik de vork dan zelf niet nodig ben, dan klik ik hem eraf en dan kun je hem erop klikken. GPS? Nou, nah, voor deze trekker niet. Nee, laat me niet doen. Kost 20k of zo volgens mij. Ben ik nog gewoon blind? Ik moet mijn game echt in Nederland zetten. More. Oh, daar. Daar. Beginnen we maar met die, denk ik. Ah! Oké. Okay. Type 1, waarom type 1 en type 2? Heb je al een trekker? Random. Ja, ik was bezig met
kentekens ook mee bezig. Prijs is 67.000. Mag ik die engine upgrade niet doen dan? Wat is die erbij? Oh, er is weinig geld voor mij over. Ik ga hem snel kopen. Ja, ik denk ik koop gelijk de rest. Dat zijn volgende week nog bezig. Dan kunnen we zo in ieder geval beginnen. You can fetch your purchase at the shop. Hey. Een stukje fietsen. Ja, ik heb hem gekocht. Hij staat er. Ja, en dan haal ik de vreppen nog. Oh, kenteken. Rapper. Random kentekentjes erop gooien. Gewoon een beetje variatie. Oké. Okay. Boy, yes. Ik heb een maaier, een baler en een wrapper gekocht. Dus, kijk. Zo, hoi. Gaan we een stukje wandelen of? Ik ga niet helemaal daar naartoe lopen, ben je goed? Ik weet niet hoe ver het is. Oh, elke keer als ik de mapknop indruk, dan ga ik door mijn hurken heen. ik dans als ik op de map klik. Maar ja. Wat fietsen dan? Ja, de winkel is best verder. We kunnen zo de fietsen erachter laten, vinden ze vast niet erg. Nee, klopt. Typisch Nederlands. Bedankt voor het volgen, Kees. Dankjewel. Oh jee, nou kan ik wel achteruit fietsen. Ja, ik ook. Ik kwam gewoon door die paal, denk ik. Beetje raar fietsen met een rond stuur, maar. Oeh, sorry. Tutut. Ja, waar moeten we ook weer heen? Die kant op? Ja, 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 ik weet het weer. Oh, nee, ik zie de biep. Nog de verkeerde kant op. Wow, sorry. Oh, dat ging goed, dat ging goed. Soort van. Ik heb geen damage. Ik zie mijn damage niet eens ergens staan. Oeh. Nee, maar ik heb je niet geraakt. Maar zo voelde het wel. Hey, kun je niet in versnelling hopen? Dat ziet er niet uit. Ik krijg een applausje van Kees. Voor de fietsskills, denk ik. Ik heb een binnenbocht. Dan ben ik in één keer een stuk sneller. Ja. Tutut. Lukt dit? Ja hoor, dit lukt wel. En gewoon met een muis en keyboard. Waar gaan we naartoe? Links. Dat is mijn links, ja. Links-rechts, dacht ik. Nee, dat is niet goed. Hier zijn de wegwerken mee, hè. Oh. Dat lijkt. Jammer. Even de Google Maps erbij. Nee, hier langs. Ja, toch wel. Ja. Heb jij de maps aanstaan? Ik heb de beacon aanstaan. Oh, sneaky bastard. Ja, ik heb de maps ook aanstaan. Wat is dit? Ik heb alleen Google Maps links onderin. Oeh, what the fuck is dat? Ben ik een dikke toeter? Piep, piep. Hier ook nog de pool. Rubberbootje. Oh hier, er is de stad van hem eigenlijk, volgens mij. Normaal begin je hier, dacht ik. Oh ja, klopt. Ja. Dude. Ja. Oh! Ja. Ah, heel slecht, maar je ziet hem wel. Ben je stil? Ja. Ja. Ja, ik dacht misschien dat iets van lijk was ofzo. Maar... Ik heb een paar dingen aangepast in de map, of aangepast, maar ik heb een paar dingen veranderd, dat iets levendiger eruit ziet. Ik zie geen namen, dus er gaat toch bij jou iets niet helemaal goed aan. Even opnieuw uit en in gaan. Zou je kunnen proberen. Hoppakee, typisch Nederlands oversteek. Eigenlijk wel, ja. Oh, ik wacht wel even, als ik was overgestoken, dan ik aangereden. Echt zo'n dubbel parkeer. Ik zet hem achter die motor. Oh, je kan ook alweer. Ja. Wat tijd voor fietsenstalling hier. Het is vast. Oh, de bosjes, man. Als je gek was op groen, maar zo gek. Oh. Ja, ik ga er wel even gauw in en uit. Oké, zie ik je zo. Oh, wacht, ik hoor jou gewoon. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, inderdaad, ga je wel even. Hier, DL is ook aanwezig. Oké, ons beginspel. Ja, was bezig. Ik kon niks anders dan alleen accepten.
Het komt niet verder niet. Oh, laggy. Attach. Zo heb ik een iets te grote gekocht, maar het is dat 120 pk, dit is 115 dus. Dat moet zijn. Volgens mij zit ik. Hoor ik iedereen? Ligt erop. Ligt eraan of het bergaf is of bergop. Niemand ziet het gebeuren, dat ik eventjes in één keer de lucht in vliegen niet terecht kom. Ja, alle namen zijn weg. Top. Kijk hem, een dikke trekker. Ik heb geen... Hij valt gewoon naar smal. Dus Oeh, shit. Kun je erin? Ja. Ja. Vergeet dan de balmachine weer wil nemen, dat ding wat rechts van jou staat. Ja. Dan kunnen we beginnen met maaien en balen. Dan hebben we ons eerste... Hey, hallo. Deze kan wel kapot. Dus banden high five. Ja. Dat lag. Deze kan wel kapot. Oh, we hebben de server soms ook lag, joh. Dan schiet het echt nooit. Oh shit, ja, bedankt voor de tip, Kees. Ik ben een hark vergeten. Zie, chat is handig. We zijn trouwens begonnen met 2500 euro en we doen alles met de lening in eerste instantie, dus we hebben niet meer zoveel geld. Job. En we kunnen nog 250 bij lenen, maar... Eerst wat actie. We kwamen van rechts, nee. Hè? Ja. Ik moet niet achter jou gaan rennen als het leeg is. Ja, soms schiet je dan met... Is er een fietspad? Ja. Nee, het is een badje. Dat klopt, maar... Dan is het toch geen fietspad. Het ligt. Doe we gewoon, komt toch niks aan. Genaald. We gaan beginnen met balen inpakken, dus schudden hoeft volgens mij nog niet. Ik zie geen badje van fietspad, dus we mogen hier gewoon in. Doe gewoon. Nee, niet hier langs. Jawel, jawel, jawel. Ik kwam naar... Oh nee, sorry. Ja, nee, klopt. Naar rechts, rechts. Rechts. Succes met achteruit rijden. Oh nee! hoe ga ik dat doen? Zelf doe ik altijd gewoon first person en achter me kijken, want dan stuurt het net als een echte auto. Oh, waarom heb ik de brug geramd? Ja, ik ben iets langer dan ik dacht. De basis. Oké. Hallo, motherfucker. Dus mogen we hier naar rechts? Zon. Zeg je? Hallo Kees. Gewoon weer op het puntje heen. Ja. Nog voor de vijver. Ja. Oh ja, die hunde bellen. Oh ja, dat was hier, ja. Ja. We hebben er wel een keer doorheen gereden, maar als hij eigenlijk wat echt staat. Ja, dat is die badkuip. Gewoon random in de bosjes. Ja, daar zijn we weer. Yep, die hebben we erbij. Harkmolen hebben. Nou, ik rijd denk ik direct nog één keer terug. Ja, die wrapmachine is niet heel belangrijk. Ik zal nog eventjes even een hark kopen. Anders kunnen we de bouw de boel niet bij elkaar harken. Hij heeft hier wel nog dit, hè? Zeg je? Dat moet ik trekken. Ik doe het. Stop. Harky. Hoe is het ik ook alweer? Normaal game ik in het Engels, dus die eerste keer in het Nederlands. Dus ik ben even vergeten de game in het Nederlands te zetten.
Windrow. Zo. Die is morgen op 5k. Met dit ding kan ik nog helemaal niks. 3,4. Nee. Maar Hark komt eraan. Kritisch groter. Ik doe die wel voor nu. Nu zoveel geld. Ik parkeer zonder de paal aan eruit te rijden. Oké, er staat ook een hark. Als je die straks eerst wil meenemen, zal ik vast beginnen met Maya dan? Ja. Awesome. Maya gewoon eerst eventjes het beestgras. In ieder geval iets, dan gaan we daarna gaan proeven en dat soort dingen. Die gaat uitklappen naar rechts, ja. We beginnen met die kant. Wat de vark mag trouwens ook. Moet eigenlijk zo'n doorreis sturen. Voor jou misschien. Echt de vork ook even hier binnen, ja. First person, hè. Hoppatee. Nou, ik ga naar de shop. Je hebt de hark, heb je daar nou staan? Ja, de hark staat daar zo, ja. Begin ik vast met Maya en dan kun je straks wel achteraan met de hark. Oeh. Of een Ringo inrijden, of weet je ook alweer. Ringo heet er al, toch? Nu je nou het zo zegt, nee. Ik weet het niet meer, joh. Nee, het is de verkeerde knop. Kom op, zakken. Zakken. Ah, dat was de aanknop. Hotse flots. Nou. Farmen. En dat binnen 3 kwartier tijd. Oké, okay, ik rap nou wat weg. Vindt goed. Of niet? Nee. Yes. Ik moet even slingen. Ik ben nieuw hier, oké. Zo. Wat is er vast? Muziekje erbij aan. Op die dat hij te hard staat. Weer te korte bocht. Het is toch mooi in 2 delen, hoor. Ja, die was maar 5900, dus maar ooit wel over op wat groot is. Ik vind het wel weer uit even. Ik zet je gewoon iets harder in Discord en ik wil ik hoor je bijna niet met de trekker. Tap. Dat kon ik via Stream Deck, maar dat werkt even niet meer. Werkt. User volume. Oh, je staat op 65. Zo. Maar je kunt skill op skill, denk ik. Volgens mij was het bij Fasmo inderdaad. Oh ja, shit. OBS. En de game. Yes, zijn we weer. Ik even wat zeggen, simply. Ja. Iets langer dan dat. Ik ben onderweg. Ja, naar jou toe. Film is goed, dankjewel. Ben ik nog weer aan het spelen? Nee, snap het. Ik mis wel het een en ander, maar ploegen we straks toch allemaal in, dus dat maakt niet zoveel uit. Pontjes maar aliens.
moet straks even aan de rechterkant van het veld beginnen, dat weet je. Dat hij naar links inhakt. Wat is die? Kun je hem niet af? De hark gaat naar links? Als het goed is, hakt hij alles naar links in, als je hem uitklapt. Hij gaat naar het flapje toe. Volgens mij was het naar links in, geloof ik. Naar flapje toe. Dus dan moet je rechts van het veld beginnen, anders vegen ze alles naar het hek in. Dan komen we er niet meer zo goed bij. Oh! Is dat goed? Ja, het is... Hondje zit hier. Kijk wat de naam is. Ja, Ringo. Oké, toch wel. En de beest heeft zoveel namen gehad, joh. We hadden eindelijk de hele map klaar. Om te beginnen was er een update. Heb ik maar met stomme kap heb ik een update. Toen moest ik alles weer opnieuw doen. Dus we updaten nog gewoon niet weer. Tenzij iemand daar een tip voor heeft. Maar... Oh! Mooi visje. Ja, dat moet voor de straat ook een keertje olie vrijmaken. Als je dat bedoelt dan niet. Kijk, ik ben mijn hut. Nou, had ik muziek aangezet, is mijn muziek weg. Ja, ik kan dus beter met de klok of tegen de klok inrijden. En rechts beginnen. Hij veegt naar links toch? Ja, hij veegt naar links. Moet je rechts beginnen inderdaad. Want dan veegt hij alles naar het midden heen. Ja, klopt Kees. Ik ben even naar de knooi. Ik ben een beetje afgeleid. Ik ga het zo nog wel een keertje overheen. Maar we gaan dit straks toch in ploegen. Dus het is alleen voor extra inkomen nu. Dan hebben we even iets. Ik weet volgens mij wel even hekken gepraat hier, want dit ziet er heel strak uit. Als het goed is kan ik nou heen en weer rijden. Maar sorry voor de spambot, maar dat is de muziek is dat. De gratis versie spamt een beetje in chat. Want, binnenkort een verkeerde versie kopen en dan zou dat afgelopen moeten zijn. Dus we hebben in ieder geval muziek. Het is een beetje streepjes aan het trekken hoor, simpelweg. Ga maar naar de schuur even. Pas, goed zo. Ja, leuk. Toen pak ik niet veel, waarom ben je niet zo dicht bij het hek? Zeg je? Ik ben niet zo dicht bij het hek. Nu heb ik een beetje afgeleid, ik ben een beetje aan het knooien. Ik heb ook heel wat stukken overgeslagen. De chat was niet zo blij mee, kan ik achter. Nee, ik ook niet. Want ik weet bij god niet wat ik moet doen. Gewoon rondjes blijven. Gewoon rondjes blijven rijden. En op een gegeven moment dan kun je alleen weer wat jij zelf wil, wat je zelf fijn vindt. Ik zal netjes straks even alles wegscheren. De map heet Drentse Vaartkees. Zit gewoon in de modhub. Nederlandse map. Ik wist gewoon niet door wie die gemaakt is. Ik ben vergeten. Wat een leuke map. Even kijken, is een vrij grote map ook wel. Er zit een crossbaantje in. Oh, daar is muziek wel. Oh, ik ga met de haartjes hier op. De beginfarm is normaal hier, dacht ik zo in mijn hoofd. Maar we hebben hem hier gemaakt om iets anders te maken. En alle groene voertuigen zijn voertuigen die bij de winkel staan. Zodat we daar dus pallets kunnen oppakken. Dat soort dingen. Hoeven niet elke keer een ding mee te nemen. Hoe is dat ding? Voorlader. Dus, en deze voertuig is gewoon bij de winkel. Dan ziet het een beetje wat levendiger uit. Dus. Een geinige map. Een twijfeltje. Het enige nadeel wat ik persoonlijk vind is dat alles op één plek op een industrieterrein zit. Wat aan de ene kant wel weer legit is, want het is vaak in het echt ook zo, maar je rijdt vaak elke keer hetzelfde plekje heen, dus dat is wel een beetje jammer. Maar dan gaan we misschien nog wel aanpassen door bijvoorbeeld een spinnerij op een andere plek te zetten ofzo. Als we meer DLC's gaan gebruiken. Wat wil je daarmee zeggen?
dat jij je aan moet aanmaken en de DLC's moet kopen. Nee, maar we zien wel. Je zei zelf, als het beviel ging je verder kijken. Dus. Vooral voor die Kubota, we kunnen in ieder geval samen in je auto. Dan kun jij met je Uberen. Zal ik het daarover doen? Hé, hey, het gaat regenen straks. Nat gras. Dat is niet mooi. Dat maar dat is wel lekker. Oh, dat wel, ja. Oh ja, Nightbot, dat was ik vergeten. Volgende week donderdag heb ik een giveaway stream. Oh, zie. Texting en driving, dan pot je tegen de schuur. Maar volgende week donderdag heb ik een giveaway stream. Is wel Engels die stream? Maar dan geef ik het spel The Long Dark weg, tijdens het spelen van The Long Dark. Omdat, ja, alle kijkers mij hebben geholpen met 50 kijkers en volgers en zo. En het affiliate worden. Dat is een kleine dankjewel. Dus volgende week donderdag. Ik ben erbij. Huh? Ik ben erbij. Gelijk wat reclame aan jou stream. Of had je te muten, sorry. Ik heb maar denken. Maakt niet uit. Ik ben zo gewend om niet te muten dat ik het vergeet. Tot nu toe nog goed, man. Als je echt was, laat ik het zeggen. Zal ik het eruit gooien. Ik speel trouwens met deze meneer. Die is nou ook live aan het streamen. Als je zijkant van het verhaal wil volgen, kan dat via daar. Ik ben nog niet zo gevallen. Nee, ik blijkbaar niet, want ik ben niet aan het opletten. Ik ben net de chat aan het knooien. En... Ja. Oh, mooi, nee, maar niet uit. Ging goed. Oh, oh. Er komt hier aardig wat gras vanaf voor de standaard gras met onkruid. Het is alsof je stukjes hebt gemist. Ja. Als je dan even hoor je dat? Hè? Hoor je dat? Nee. Ik ga er nou gelijk achteraan hoor. Ik zal het weghalen. Het spijt me. Ik zal proberen het niet weer te doen. Ben je nou over mijn... Ah! Ja, ik rijd overheen, ja. Je wou dat weg hebben, dan gaan we dat weghalen. Ik ben volgens mij ook niet de enige. Dat is een stom klein stukje. Op een of andere manier doe ik het hartstikke goed. Ja, gaat hartstikke strak. Je kunt ook eventueel een nieuwe rij nou beginnen, hè? Dat je vanaf de andere kant op gaat. Dan veeg je dus meer gras op één hopje. Ja. Dus blijf je dat alles namelijk naar midden in vegen. In grote bulten. Ja. Dan komen we straks niet meer overheen, hè. Zo. Dat is gefixt. Dat is gefixt. Dit had ik gefixt. Ik zie dat stukje uit. Het is wel mooi, hè. Het is alles van de hand. Simply more blij. Chat blij. Ik blij. One big happy family. Ik moet echt wat doen aan die pretzel rocks, want godsamme. Ik is spam. Oké, dat stuk is allemaal gefixt door Simply. Stukje even fixen. Krijg je als je tekst en oftewel chat is dus en het rijden bent en dan mag je. Ik doe het ook. Ik heb niet niks te lezen. Wat, in het echt of in de game? Dit. Dat zo. Oh. Zo. Als goed is in alle. Ja, bijna alle. Als goed is alle stukken gefixt. Dit boel.
bomen erbij van. Oh shit. Nee, dat past wel. Fixen. Nou, best goed is alle vergeten stukken gefixt. Yes. Zo. Ik mis nog steeds de fietsbel op de fiets, verkeer je aan. Ah, dat fiets. Beetje gemiste kans. We hebben de verkeerde fiets er dan op. Ik zag dat twee uit in de mod. Het ding. Ik denk dat het hetzelfde geluid heeft. Okay, ik ga wel even naar kijken. Zo ja, dan switch ik ze stiekem wel eventjes om. Pas. Lift. Leentjes. Ja, strak werk maak je ervan. Mooi. Wil iemand mijn toetsenbord? Wat een toetsenbord, ja? Ja, ik wil wel controle, maar... Ik dacht dat je met Simric ook ging spelen. Moest ik hele stuur ombouwen. Oh, natuurlijk, ja. Ja, ja, klopt. Ik ben net iets te ver. Twee weken. Nieuwe races. Dat jullie geïnteresseerd zijn. Jij moet ook sim racen. Ja, ik weet het. Heb ik een tijdje gedaan, maar ik ben zo slecht met racen. Ik ben nog slecht met trekker rijden, laat staan deze. Ja, maar je doet dit ding. Ik heb wel heel veel dirt gedaan. Ik heb met de 3D printer zo'n handbrake gemaakt. Ik kon met ons driften met dat ding. Dat was altijd wel lachen. Pas. Het wil nog een keer. Als het akkoord is oké wel, hè? Ja. Ik vergeet nou die... Ik heb die competition heb ik. Maar ik zal wel trouwens. Ja, maar vooral die eerste... Is heel veel verwacht. Moet er één keer eroverheen aan kiezen. Van achteren, wat dan ook. En heb je dat kleine stukje gelijk meegepakt, weet je wel? Ja. Dat ging niet zo. Maakt niet uit. Je weet niet wat ik bedoel. Ik kan je stream laten terugkijken. Nee, maar als je zit op als het zelf op dan wil ik eigenlijk wel doen. Ik heb gewoon in een vatvoot. Alfa Romeo. Yakuto. Honda. Die had opletten, ik wou in één keer allemaal random auto's namen. Volgens mij is dat zo'n motor. Moet ik alles gaan? Nee. Nee, hier zie ik nog een stukje. Ja, en dat was hem. Weet wat? Zie je nog een stukje dan? Kijk nu op af bijna. Oh, dat kleine vlampje. Naast mij. Ja. Dat is niet zoveel, dat maakt nog niet zoveel uit. En nou is het onkruid. Wat een onkruid. Nee. Oh, hier ook nog een stukje. Hier ook nog. Ah, ga weg joh. Hier ook.
Dit is niet eens meer een pluimpje, dit is gewoon een halve veld. Nee. Is klaar. Haal ik ondertussen gauw die trapper op en dan kunnen we daarna gelijk balen. Dat is behalve. Naar beneden. Nee, dat is niet naar beneden. Ga terug. Achter in het dak. Je hebt best veel gemist hoor. Valt wel mee. Klap, nee, kijk dan. Ik kan niet kijken, ik ben aan het parkeren. Nee, ik kon geen twee dingen tegelijk. Hij wil hem niet loslaten, niet. Oh ja. Nou wel. Ik zag eventjes die andere allemaal. Zit. Nee, links bij het water. Links, ja. Links. Rechts, links. Links, rechts, links. Oh, opsteken. Links, rechts, links. Opsteken. Fijn dat er geen auto's rijden op die smalle weggetjes. Ik kan de hele tijd wachten. Ja. Wel legit dat er. Nu op dat ik achteruit. Zeg je? Achteruit. De game zou iets zachter zetten, man. Nee, ik mompel ook hoor. Eigenlijk had ik het meer tegen mezelf, maar. Ah, oké, ja. Dat kan ik niet zien. Niet. Nee, ik heb van die streepjes achter in de raam. Het lijkt wel dat dan achteruit. Ja, die ja. Achteruit waren we. Maar niet op de voorruit, jammer weer. Nee, maar dit zijn de blazers. De blazers. Kijk, daar is de. Of rap je het wel? Oh, ik ben helemaal vergeten om de tijd aan te zetten. Die staat nog op 0,5. Het is een heel lang ochtend. Ja. Ik wil net zeggen van we spelen met maanden van 2 dagen, dus 2 keer slapen is 1 maand voorbij. Maar ja, zo duurt die weer lang. Shit. Spoel ik hem even door aan 12 uur, oké? Dus ik dus stom dat het nog zo lang duurt. Wel realistisch. Goh, wat stom. Zal de regen zo ook wel komen? Oh ja. Oké, want het duurde heel lang voordat de regen kwam. Bedenk ik me nu. Godstop. Ben ik aan het rijden en toetsen wordt drie, dat is helemaal nog aan. Skills. Ik weet niet of skills wij trots op moet zijn, maar. Oké, het is 12 uur geweest. Snelheid was 10 heel aan van nu, hè? Nee, 15, want het is 2 dagen aan. God, stop. Het duurt de dag wel heel lang.
Ik moet zeggen, van niemand is opgevallen, maar mijn giveaway stream tag staat in de weg. Slim. Tactisch. Ja, ja, handig, hè. Even kijken naar een nieuwe layout, want dat is wel zo handig, zeg maar. Hier moest ik naar rechts, ik was weer chat aan het lezen. Wow, mijn stoel. Hij is een beetje kapot. Oh, ik maak een elf. Zeg je? Ik maak een elf voor jou. Dat vind je heel leuk straks. Nee, ik laat jou gewoon balen pakken. Ah, oh, nee, nee. Ik moest wat anders doen. Nee, ik heb wat anders te doen. Ik heb Eminem ook opgehaald. Eminem? Eminem. De flapper. Wat doe je hier dan? Je moet de straat niet gaan vegen. Ha! Oh? Donderaar. Skills, soort van. Zoals ik al zei, soort van. Ik wil beginnen met rappen, hoor. Nou, ik zou eerst even gaan balen voordat we gaan rappen. Oh ja, ja. Anders hebben we niks aan te pakken. God, sabber. Oh, graas. Kan niet parkeren. Zo. Iets verder eraf. En dan oké. Loslaten. Gasje bij. Waarom niet de motor op staan dat je niet meer... Ja, niet verder dat vriesectie kan. Ja. Dan zou ik een rondje draaien in de cabine. Ik heb pakken tegengekomen. Oh, en daar is de regen. Oh, de... Dat is ik had ook een mod aanstaan, waardoor we plassen met water moeten kunnen zien. Nou, trouwens, ik sneak hier gewoon in plaats. Ja, ook op dus... de velden, hè? Ja. Als het goed is wel. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar als het goed is heb ik hem erin gezet. Goed erin. Dat lijkt me wel geinig. Mild regen. Weer. Ja. Kunnen we... vast wel. Als het in game kan, dan kan het echt ook, toch? Ja. Uitklappen. Die knop. Moet je überhaupt uitklappen? Nee. Naar beneden in. Aanzetten. Nou. Gaan we. Natte balen maken. Moist. Moist. Dat doen we gewoon. Ik weet niet of ze dat eigenlijk in het echt ook zo doen in de regen. Geen idee. Oh, is wel vol. Oh, we gaan zoveel balen krijgen, joh. Lekker. Ik heb die eerste al wel klaar liggen. Nog, nog. Ja, nog wat eruit er is, wat harder. Het is automatisch, dus dat scheelt weer. Dat kun je handmatig zetten, maar ik heb geen knop meer over. Dus. Ik ben nog bezig met een schakelpook. Of een kliplegpook. Ik heb hem al gekocht. Ik moet alleen nog eventjes ja, solderen en print laten in en dat soort dingen allemaal. USB ding. Ja. En even een, iets printen waardoor ik hem op mijn stuur kan maken. Maar dan heb ik dus gewoon legit een kliplicht hendel om in Simbrick zitten. Dus dat is wel chill.
En dan kan ik mijn Flappy Paddles gebruiken voor andere knoppen, zoals bijvoorbeeld de ruitenwissers en dat soort dingen. Maar de ruitenwissers is dan de volgende knop die ik wil hebben. En langzaamaan wil ik de Simrig upgraden, dus. Ik kom dan nog. Sorry. Jee, vooruit. Wacht netjes op jou, ik zal mijn clip daar gaan doen. Ik ga tevens in de woonkamer, of in de slaapkamer, of in de gamekamer moet ik doen. Ik zal het lampje. Het slaat echt nergens aan bij solo. Ik zit ook in te twijfelen tussen first person en third person, maar als je constant in first person rijdt, dan zie je niet wat je doet, weet je, want dan zit je alleen maar aan het rondrijden in de cabine. Dat doe ik. Zo. Dus ik weet niet. Dus wat ik nou doe is ook, als ik gewoon random ergens naartoe rijden, dan ga ik first person. Als ik aan het farmen ben, dan doe ik third person. Dan kun je in ieder geval zien wat we doen zijn, weet je wel. Ik denk dat dat wat meer entertaining is, ik weet niet. Dan zie ik constant alleen maar de cabine te kijken, weet je, first person, dat was het. Dus ik weet niet. Ik ga nog ook een third person. Third. Ik neem af. Derde persoon. Derde persoon? Oh, zo ja. Dat kan wel, hè. Ik denk, slip je de derde viewer in je stream of de derde chatter? Of... Nee, ik weet het niet. Third person. Ja, het had van alles kunnen zijn. Veel balen van het stukje. We moeten ze wel even laten fermenteren straks tot januari of zo, weet ik wel wanneer. Oh ja. Leveren ze maar meer op. Dat is een scenario, maar we kunnen ze mooi droppen. Ze zijn plastic omheen, wat dan niet meer nodig. Nog goed. Ze worden wel wat nat, maar... Dus ik weet nog steeds niet of dat nou wel of niet doorheen ging. Ik woon tussen de boeren, maar ik heb ze nooit zien balen hier zo, dus ik vind het niet. Ze gooien nu alles in de keel. Maar ik kan me niet herinneren, ze zijn er ook niet erin gegaan. Ja, er zitten plassen water in. Nice. Of dan olieflek. Is er maar wat aangepast. Bedankt voor de follow. Gisten. Oh, het zal wel. Gisten. Dat zal ik wel zeggen. Dit is helemaal afgekort. Ik heb zo'n moeite met namen, joh. Dat is wel geinig. Kirsten? Nee. Maar het is K-R-S-T-N. Ja, het klinkt als Kirsten. Ja, precies. Kirsten, Karsten, Kirsten. Croissant? Oh nee, daar gaan we helemaal aan doen. Je had ooit in het verleden alles gestreamd, of niet? Ja. Dat was hella loose. Eigenlijk moet je het rest wel gaan kijken. Alleen, ik ben gestopt door een reden. Wij speelden met de clan dat ik dan in zat, zit. Competitief. Ik ging naar streamen in die competitieve games. De tegenpartij ging naar streams slaan. Ah, ja, dat is lastig, ja. Ja, dat was klote. En ik wou ook nog steeds in contact zijn met de viewers. Dus ik wou geen delay erop zetten. En ik had dan helemaal key bindings dat ik de map kon verbergen en alles. Maar dan vergaat ik het weer. En weet niet veel. Dat is niet meer gedaan. Want ik wou gewoon niet met delay spelen, want dan kun je niks meer. Dan kun je wel praten met mensen, maar dan krijg je. Of dan kun je wel wat vragen of zeggen, maar dan een kwartier later lezen. Ja, dat is kutje. Dus vanaf dan ben ik echt. Maar dan wil ik ook racen met de trucks. Ik kan wel even kijken dat ik een keertje kan joinen in een race. Ik heb in principe alles hier staan, zelfs een schakelpook. Ik gebruik het nog voor de farming, voor en achteruit. Maar... Oh, GT3 heb je niet nodig, heb je flippers nodig? Maar die heb ik ook. Mooi. Het zijn allemaal knipperlichten, maar... Gewoon dan lekker flippen.
Ik dacht dat je de hele tijd aan het klaksoneren was, want ik hoorde tiet. Nee, dus, de ding is, die vol is, gaat hij piepen. Ja. Weet je dat die vol is? Of bijna vol. En hij is eigenlijk vol. Die ballenmachine heb je vaker gebruikt, toch? Als die bijna vol is, moet je even ietsjes achteruit rijden, dan kan hem leeg. Ja. Ik heb hem altijd handmatig leeg gestaan. Nee, sorry, die vlek wat ik zei dat het regen was, is die olievlek, want dat staat eigenlijk eerst een bestrating. Oh ja. Dus dat is jammer. Ik dacht even dat het regen was. Ik heb zo'n mod geïnstalleerd met regen, ik dacht dat ik hem echt in had gezet. Nee, sowieso in gezet, want het water wat ik voor die trekker heb gemaakt in de fortuin, daar zit nou een plasje water onderin. Dus als je iets gaat... Oh ja, je hebt water verhoogd. Nee. Onderwater. Ik heb die mod die zorgt ervoor dat je dus bijvoorbeeld slootjes kunt maken, blijkbaar. Ja. Dus als we nog een keer een slot erbij moeten hebben, kunnen we dat maar zo fixen. Dat is wel nice. Nice. Of een stukje water, een vijvertje of zo. Dan komt er dus gewoon een beetje het water in te staan. Normaal kan dat niet, dacht ik. Zo mijn hoofd. Nee, sowieso niet. Ik heb een server ook een heel stuk verlaagd. Ik kan er geen water tevoorschijn. Dus... Wel goed. Ik ben benieuwd als ik die mod in server zet, dat dan mijn gebouw onder water komt te staan. Dat denk ik me nu. Dat zou shit zijn. Alles begint te drijven. Bedriem. Oh, ik ben zo ver, denk ik wel klaar. Hey, hetjes! Bambi! Hey, dat ding is naast jou. Kun je weer niet zien, hè? Kan ik helaas zien. Dat vind ik wel jammer, dat je de beesten niet kunt zien. Ook om even uitzetten. En één klap is wel handig. Dat scheelt wel wat ruimte. Als jij dan wilt beginnen met rappen, zie je die zwarte vlek daar zo links voor jou, links voor? Voor jou? Nee. In het gras moet ik dan. Nee. 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 Donkere vlek in. Kijk alleen nog. Ik had trouwens niet verwacht dat de Nederlandse stream nog zo goed ging. Ik had eigenlijk niemand verwacht. Maar... ook een keer wat kijkertjes op, mensen die chatten. Ik zit normaal gesproken in het Engels doen. Maar je zegt zwarte vlek. Ja, het gras daar zo. Voor de, naast het huis, voor de schuur. Voor de schuur ook een zwarte vlek, toch? Nee. Zo'n olievlek op de straat. Zwart. Maar alsof de zwarte olie in de straat is gesmolten. Geringeld. Maar weet je, iets verder naar links loopt daar, zodat het gras heb je ook zo'n donkere vlek zit. Wat zo? Ja, maar dan ja. Maar dat leek dus op een vlek water. Het zal water zijn, hè? Is dat gewoon die vlek van de bestrating liep eerst door daar, zodat er stond een grote koeienstal stond daar. Ja. Die heb ik verwijderd, en dus de bestrating heb ik iets kleiner gemaakt. Zodat ik iets kleinere farm had. Ik wil niet te groot beginnen, ik op een simpel. Simply? Wat? Ik wou Smiply beginnen, ja. Smiply. Ah! Dus Simply heeft zijn naam verkeerd gespeeld vorige maand, dus die moet nog een maand lang met Smiply in plaats van Simply. Dat is een beetje jammer. Maar, ja, wat is dit zo? Een S'je vergeten. Oh, altijd dubbelchecken. Ja, en dan word je gewoon 2 maanden verteld van, ja, dat gaat niet lukken. E-mail netjes, alles gestuurd. Nee, je krijgt dat iedere keer per mail weer teruggestuurd. Klopt. Nee, policy. Ja, klopt. Policy. Ja. Het was te proberen. Ja. Maar. Zelf was ik in het begin Not Your Average Game Addict. En ook als ik heb iemand ging subscriben of volgen, konden ze mijn naam niet uitspreken. Vooral de Nederlanders niet. Dan moesten ze even 3 keer lezen wat er stond. Omdat het zonder spaties of hoofdletters was dus. Toen heb ik maar veranderd naar punkrock doen, dus dan moet iedereen mijn punk of punkrock. Dus dat is wel geinig. Dat is wel makkelijker voor de Nederlanders. Uiteindelijk oplossen. Beetje dubbel, hè? Oh, oeps, dat was niet mijn bedoeling, maar... Heb je meegepakt? Ben je begonnen met de bedoeling? Ja, ik heb hem nu gewoon bij ons op de trein. Oh, nu kun je gewoon laten staan en dan kunnen we straks met de varken de boeken ophalen. Ze bleef aan het in en weer. I know. Zie maar je ik begon verkeerd. Daar, zo? Voor de schuur? Wacht, ik ga voor het huis. Ik reed er net. Hier zo, waar ik nou in sta, er zit een donkere vlek in het gras. Hier, ik sta er nu in. Oh, volgens mij wel wat vanaf hier. Ja. Namelijk wel reflectie.
Ja, maar jij zag laatst ook allemaal olie te trekken komen, dus wat fuck. Ik weet niet of je allemaal extra shaders en functies aan hebt staan, maar of je vind je weet ik van wat doet. Maar, ik heb ze nooit gezien. En zowel moet je uitleggen hoe, want dat weet ik dan ook. Gekleurde banden voor. Ja, het ligt echt op een olievlek die ene niet, die hele oude trek wat kapot was. Dus, ja, ik weet niet. Maar het was inderdaad een kapotte trek. Ja. Realistisch gezien. Ja, waarom? Oh ja, ik ben inderdaad wat stukjes hieronder vergeten. En ik kon het niet zien door het dadelijk. Verkoopt. Dat zei ik wel. Maar kijk hoeveel ballen we hebben hier. Dat is allemaal goud geld. We lopen ook 2,5 ton achter. Joh. Aan de ene kant is de lening niet zo heel goed idee, maar anderzijds zou dan niet gewoon een stuk land kunnen kopen en een paar trekkers. Dus, ja. Even kijken. Helemaal gefocust gewoon. Dit spel is gewoon heel zen. Ik vind het echt super fijn. Echt. En na het werk of zo weet je wel. Heerlijk. Van 's ochtends vroeg beginnen met dit. Want dan was ik een server te klooien. Ja, dat moet niet ook lukken bij mij dat ik de hele tijd aan het gaan. Maar we wouden in eerste instantie om 8 te beginnen. Dus we hebben wel een uurtje later. We hebben een uurtje langer kunnen slapen. Klopt. Dat is wel goed ook. Elkaar appen om 1 uur straks. Zullen we een uurtje later? Ja, echt hè. Een kwart over 1 was het volgens mij dat je appte. Ja. Ik zeg, doe maar 9 uur, want dan red ik niet. Ik ook niet. Ja. Ik wist maar niet of je nog wakker was, omdat ik stuurde gewoon. Ik was om 1 uur nog ijs aan het eten, joh. Ik was de stream aan het kijken van Ghost, mijn zusje. En ik weet niet, dat duurde wel langer, en ik nog blijven hangen. Dan ging iemand anders gaan kijken. En we hadden het over ijs. Ik had zoiets van, oh, weet je wat? Ik pak gewoon een stuk ijs erbij. Oh nee, ik was mijn eigen stream aan het doen gisteren, mijn Engelse farming stream, dat was het. Dat ja, ook ja. Toen liep dat wat uit, want dan ben ik altijd nog aan het ding aan het checken en dat soort dingen. En alles doorlinken naar YouTube heen, want ik heb ook YouTube. Waar de filmpjes naar kan kijken. Shit, gelijk even de link erin gegooid. Ik heb ook een TikTok. Gelijk de link erin gegooid. Instagram hebben we ook. Ik heb zelfs niet eens een privé Facebook. En we hebben zelfs een Discord. Privé Facebook niet? Of dan vandaar al mijn vrienden weg zijn op Facebook. Ik heb niks met social media. Ja, ik had altijd alleen maar Facebook voor de foto's met de memories en zo, weet je wel. Maar sinds ik dus game en stream heb ik alle social media's. Ook bij volgen, ja. Daar heb ik niks op. Zoals TikTok ook, alleen maar voor mijn views, weet je wel. Dus. Ja. It's all about the is wel slim, ik denk dat ik ook wel gek ben. Ja. Als dingetjes misgaan, dan probeer ik die te clippen en te doen. Dan pak ik die op TikTok en zo, en YouTube Shorts. Dus, nou, mooi. Moet ik even een andere balen oppik ding kopen? Dan spreken we de balen weer lek. Oh. Dus oh ja, nee, dat ken ik. Ja. Ik ken dat van 2019, dat is niet zo, dat is gewoon prik. En die is ik ook op prikken, inderdaad, maar als het legit is, ik zie ze in het echt altijd als de scheuren in zitten, dichtplakken met duct tape, dus ja. Ja. Een stukje vergeten. Moet natuurlijk druk. Ja! Zullen we straks eens even kijken wat jammer vergeten ben? Nee, kan niet met die ballen. Ja, als je wel een bal mist, dan vind ik dat heel knap trouwens. Klopt. Maar dan heb je hem verstopt. Je kunt, oh nee, dat kun jij niet zien. Als je de balenmachine hebt, oh misschien moet ik even uitzetten trouwens. Als je de balmachine hebt, dan kun je op F1. Oh, ik heb die mod hier niet aanstaan. Shit. Was ik even vergeten. Nee, maar, waarschijnlijk heb je hem eruit moeten halen omdat ik hem niet kon. Ja, eigenlijk weet ik niet, moet even kijken. Maar anders moet ik het nog even inzetten. Maar dan laat hij in jouw F1 ding zien hoeveel ballen jij gemaakt hebt. Dan kun je per keer dat je hem gebruikt, kun je hem ook resetten. Dus dan hoef je jezelf te tellen. Dan kun je dus gewoon op dat dingetje kijken. Dat is wel fijn. Oh, ik wil meer knooien met inpakje. Ik kan niet alles tegelijk.
tegen Simply zeggen, oké? Okay? Moet je mij de volgende keer muten? Oh, sorry. Was ik bedoel dat je het hoorde hoor. Die zit denk ik wel een keertje waarom. Fuck yeah. Achterlaten. Dus even kijken. Dan moeten we iets hebben om de bal op te pakken. Oeh, de controller er gewoon. Een boemerfree. Nou, dan moeten we die hebben. En we hebben die andere nog. Even bij. Ik moet wel even bij lenen, dat is een beetje jammer. 50k erbij op. Oeh, dat was niet de bedoeling. Oeh. Ik heb even iets bij moeten leren. Ik heb 50k erbij op gedaan. Oh. En ik heb twee buildpicker dingetjes gekocht. Eentje van aan de voorkant, eentje van aan de achterkant. Dan kunnen we samen dingen oppakken. Eentje met de voorlader, eentje van achter met bij de trekker. Dan hebben we beide wat te doen. De ene was iets van 5000 volgens mij, de andere 2200, dus vallen ze ermee. Ik was toch alleen en ze denken dat ik gelijk 50k wil. Ze zitten nu op een lening van 300k. Dus ja. Oh, we moesten ook nog bijtjes. Ja. Ja, die leveren mooi gratis geld op. Dus, we moeten nog een ploeg kopen, moet niet vergeten. Ik dan? Oh, je kunt mijn stream niet zien, hè? Nee, ik heb schermen op. Normaal kijk ik de stream op mijn tablet, maar die tablet ben ik nodig in de simrig. Dus, ik ben aan het sparen voor een nieuwe setup qua schermen, een triple setup. Dus, dan heb ik wat schermen over, dan kan ik die mooi gebruiken voor anders te niet meer kijken. Dus, ik zie dat vlek waar je het op had. Wat zie je? Blackie. Dat is best een grote vlek, maar dat is water, stilstaand water. Maar dat komt heel veel reflectie. Ik heb even een plaspauze. Dus ik ben zo weer terug. Ik zet hem even op de Be Right Back. Be Right Back. Als het goed is komen er clips, grappige funny clips van oude streams. Dus dat zal moeten werken. Dus enjoy en hopelijk tot straks. Ja, nee! Heel veel... Nee! Niet zoveel hout. Je wil slapen daar in de schuur, moet ik zeggen. Oh! Yo, Jezus Christus. Red. And I nice just follow you because I totally forgot, I don't know why. Okay, this way. Oh, feck! What? Yeah, it's lady played the fart sound. Then it scared the shit out of me. No pun intended, by the way. I hate sound alerts already. I'm so dumb. Ah! Oh, it's an event, you're good. Fuck! Too late. It was right in front of me. En daar was ik weer. Fuck you.
Het is inmiddels donker geworden. Ja. Vis ook even tegen de boom aan hier, zo. Oh, dat is niet de lamp. Dat is mijn lamp. Ik denk half liter energie daar naar binnen ingewerkt vanmorgen, dus ik ben nog steeds mee bezig eigenlijk. Ik wil koffie zetten. Wat ik wil doen voor. Senseo naast je neerzet op de computer. Kom maar. Op de stream. Ja. Ze heet het lekker aan. Nee, dat is koffie. Ja, ja. Ik ben meegegeven, ik weet niet of dat nodig was. Zeg je? Ik ben meegereden. Oh nee, ja, niet goed hoor. Ja, kan wel, dan kan ik gelijk even de ploeg halen. Hoppakee. Oh, die ene is omgeflikkerd, wat druk. Kan ik die nog oppakken dan? Oeh. Wel. Dan halen we gewoon gelijk, het is wel wat duur, 8000, maar er is zo'n handige ploeg om veld mee te creëren. Lille geel, maakt niet uit. Als je dan een ploeg mee wil pakken. Oh nee, 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 pak je die beeldbeding maar, want dan heb je gelijk een beeld oppakking. Dan kun je die straks gewoon gebruiken, dan gebruik ik deze gewoon. Dan neem ik de ploeg mee. Ja, ik moet ook een vork hebben. Oh nee, die is voor de achterkant. Nee. Ja, die is voor de achterkant. Dus dan kun je gewoon achterwaarts en dan kun je twee ballen tegelijk aan pakken. Jezus. Ja, ja, ja. Inklappen. Yes. Misschien toch de kleur in moeten veranderen, zo'n raarblauw ding. De winkel heeft wel mooi speel staan hier zo. Oh. Ik heb iets te veel plezier gehad aan het inkleden van de map. Van aankleden van de map, inkleden ofzo. Oh, gaan we er afsnijden joh? Oeh, Bambi, fucking schrok met de pokkenplooi van die hetjes. Ik druk in één keer mijn lichte paniek met remmen in. Oh, je hebt jouw werklicht aan de achterkant, dankjewel. Dankjewel. Je hoeft hem één keer te tikken volgens mij, dan heb je gewoon een licht. Dacht ik. Ah! Dat nou. Ja, één keer en heb je gewoon normaal licht. Als je er twee keer indrukt, dan krijg je werklicht aan de achterkant. Bob. Worden die extra? Helemaal, no comment. Helemaal blind. Wat is dat nou? Waarom zit daar verlichting bij de schuur? Welke schuur? Rechts. Ik zie niks. Ah, ik zie rood licht. Oh nee, dat zijn de lampen van de schuur. De warme lamp voor de koeien. Oh. Huh? De koeien hebben een feestje. Zie je, ze kun je rechts al wel zien, langs de koetjes heen. Zonder koeien. Zegt u? Zonder koeien. Ja, er woont niemand, hè. Ik kan het wel wat levendiger maken. Ga ik op stream even daar een paar koeien neerzetten voor de shop farm. Nee, bij de animal dealer ofzo. Ik ga even uitkijken met het geld en zo. Nachts een saai machine halen. We hebben nog niet iets om te verkopen straks, dat scheelt wel. Maar elke dag, elke keer slapen komt, gaat weer regenen. Ja, klopt. Elke dag gaat er ook weer geld van af voor de lening, weet je wel, dus druk het aan. Over niet. Oh, we gaan verkeerd nog meer. Werkt wel. Werkt wel. Ja. Ja. Kruis. Ja, waar gaan we de ballen neerzetten dan? Ja, ik denk, wees maar even geslapen of niet? Ik ben er maar half acht. Maar half negen. Maar half acht. Och. Ja, maar even Netflix aan en dan. Van die Amazon, hè? Twitch is oh, zo. Ja. Sorry, Twitch.
Wow! Wat did die doen? De ploeg was aan het dansen. Werklicht nodig. Zo. Taklamp aan. Zal ik even kijken hoe dat ding werkt. Anders kunnen we wel weer snel vertrekken. Pak ik ze met die wel op. Genau. De pieken nog aan. Het is geinig dat je gewoon echt goed kunt zien wat de ander dan naar kijkt. Ja, mooi hè. Je hebt nog steeds niks gezien dus. Mooi zo. Wel? Hè? Ja, dat bedoel ik dus net een keertje van ja. Niks tegen Smip, simpel zeggen. Ja. Dit is Keer op z'n Hollands. Dus, hij moet plassen tegen de midden. Ja, laten we dat maar houden. Nice. Nou, hoe laat gaan we er morgen uit? Niet meer zo. 7 uur doen? Ja. Misschien moet om 8 uur doen, als je al te gapen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Nee, wat was... Oh, yes. Hey, moet wel even... Ik ben mijn brein aan het poelen. Trein? Mijn brein. Oh, brein. Sorry. Ik denk die gaat tjoetjoe. Hoppakee. Goedemorgen. Oh, sorry, ik heb de lamp nog aan. Kijk, nou zien we niet al wat. Weet je wat leuk is of zo? Oh, je valt bier uit tekst zetten. Pak je dan. Burp. Ja, ik ga wel bier uit tekst zetten. Oké. Okay. En mijn bakje koffie. Ah, oké. Okay. Ik heb nodig, misschien gaap ik wat minder. Dan ga ik nou voor de verandering met jou trekken? Of met jou trekken, maar. Ja, met jou trekken. Een zeetwaard heb je gehaald, oké. Okay. Even kijken of dit wel of niet te zwaar is. Je hebt een best klein trekking. Hoe werkt dit ding ook alweer? Uitklappen, denk ik, yes. Goedendag, Simply. Simply. Of even dat hij nog live is. Beneden. Dat was niet mijn bedoeling. Of gooi je dat ding normaal gesproken aan de voorkant? Ik heb geen idee, joh. Ik gebruik dat ding nooit, joh. Dat is de eerste keer. Een nieuwe joystick, dus. Oké. Okay. Of gooi dat ding dan alsmaar aan de voorkant. Ik heb geen idee, hoor. Kan deze aan de voorkant? Even kijken. Het is niet meer trekken, dus ik heb geen idee. Dat moet passen, hè. Dan wil ik dat maar gewoon doen. Trekketje dit, daar kraam alles erin. Oh jezus. Simply? Ben niet gemute.
voordat iemand zegt wat ik kan. En dat doe je. Uitklappen. Ben ik weer. Oh, je was niet gemute trouwens. Wil je dat horen? Ja. Ik had je al geappt voor het geval je wat zei, dus Oh, zo. Ja, ik had Discord niet gemute. Ja. Ga even met. Nee, maar voordat je weer gesprekken gaat houden, weet je, heb je dat weer. Oh nee, daar heb ik wel dik. Ik denk dat we gewoon achter de schuur pleuren, of niet? Kom een randje er langs. De bek. Ja, alles staat volgens mij wat goed. Anders kom ik er op een manier achter. Koffie erbij. Hey. Maar wat gaan wij nou doen? Bal oprapen. Jee, maar wat ga ik mee? Ik heb er ook eentje voor jou, ja. Nee, weet ik. Oké, je hebt gewoon met trekken verstopt. Nee, ik heb hem meegenomen. Wat, hij kan gewoon op de voorkant. Ja, oh, Hupert! Zou die hond misschien even terug willen sturen naar huis? Dus dan loopt die kans dat achter je aan. Die zou je niet echt hem aan dan. Vroeg aangeklikt, denk ik. Maakt anders niet uit, maar dan hebben we straks de hond als veld in rennen achter je aan. Dan kun je de hele tijd blijven rennen. Ik dacht, ik probeer deze eens. Kijk een keer met dit trekkertje. Kun je zien hoe fijn die is. Ik vind het best een prettige trekker. Even kijken. Hij is nog niet door. Hoppakee. Dan moet via de zijkant, hè? Zijkant, ja, via de kopse kant. Platte kant. Waarom voelt dat niet zoals ik wil? Altijd alles wel. Ik heb in het server heb ik zo'n trailer die me automatisch oppakt. Met zo'n dat is een donders fijn dingetje. Maar ja, die is best duur, dus moet je even sparen. Dan nog gelijk met de lening te groen vind ik een beetje zonde. Krijg hem er niet op, joh. Krijg hem er niet op. Goed. Waar wil je het spul neerzetten? Ik heb achter schuren, ben ik al begonnen met neerzetten. Deze zet ze wel een beetje raar uit elkaar, maar het is niet anders. Wow, ik val bijna om. Oh! Misschien moet ik even een gewicht halen voor dit ding. Hij kan toch op de achterkant? Ja, maar dan moet ik constant achter me kijken. Ja? Dat is wel makkelijker. Dus ik ging voor het gemak vanuit dat ze dit met de voorkant doen. Nee, maar jij pakt het ook eens bij twee. Dat is lullig. Als ik er dan nog maar eentje neerzet. Dat maakt niet uit. Of leg ik hem er bovenop? Maak ik een driehoek van? Nou, dat wil je helaas niet. Deze legt een beetje uit elkaar neer. Dus, ik haal eventjes een ding op. Ding? Gewicht. Laat het even hier achter. Nou, zo weer terug. Ik ga gelijk op dit trekkertje een keertje testen. Oh, simply, als je deze trekker hebt, dan kun je ernaast zitten. Er zit een stoeltje bij. Als je Kubota hebt, in ieder geval. Ik wist dat je dat ging zeggen. Nee, maar ik zie die stoelen in één keer zitten. Die zitten hier bijna schuin voor mij. Dus je zit in principe zit ik dan tegen je rug en nek aan te kijken. Maar je speknek. Nee, maar dan... Wat? Hè? Zet ik dat op? Ja, goed idee. Dat klopt. I know. Ik zit vol met goede ideeën. Ik heb helaas volgende week donderdag een giveaway voor The Long Dark. Niet voor de Kubota mod. Helaas. DLC bedoel ik. Ik kan wel wachten hoor. Ik heb een sneaky reclame gemaakt met je. Voor de giveaway stream.
Dan ben ik vergeten dat ik hoeveel geld er vanaf ging. Even slapen voor de rente. Ik begin de winkel aardig te vinden nou. Piep, piep. Jammer dat er geen fietsers zijn hier, zo'n wandelaars gewoon. Wat mooi zijn langs die bermen een beetje heen. Maakt dat nog realistischer. Tja. Maar ik moet zeggen, door het aankleden van de map wat we gedaan hebben, is het ook al een stuk realistischer geworden. De winkel is niet zo kaal, de industrieterrein niet. Mijn baal, die doet een beetje gek. Oh. Gewicht. Ik heb gelijk even eentje gehaald van 1000, zijn we niet gewoon voorlopig voorzien? Of niet? In de hand. Hoe zwaar weer zo'n bal? Kun je dat zien als je erbij gaat staan? Dan kun je zien als goed wat gewicht is. Yes. 620 kilo. 620, ja. Dat is 2 keer 12 jaar. Dan maakt hij van 1500 kilo. Wat met dat ding er nog voorop? Oh, nog meer geld. Ja, het is niet anders. Als ik ook een stopjes ga doen, is ook niet handig natuurlijk. Of jij straks als je met dingen verder gaat. Ja. Nou, waarom dat knaken ding dan wat anders dan? Het zal wel voor gewicht zijn dan. Maak jij nog geen stopjes met dat ding? Dikke trekker. Zegt u? Dikke trekker. Ja, dat wel. Zie, ik heb een goede keuze gemaakt. Ik kon geen dure keuze maken. Dat komt wel, maar als we niet boven de hoge 80.000, weet je wel. Dus ik ook zelf niet meer uitgeven dan 75.000. Maar geef toe, dat is wel een mooi allround trekkertje, toch? Ja, klopt. Dus hij blijft mooi staan op zijn wielen. Dat is ook wel heel onbelangrijk. We hebben op weg naar huis, hoor. Ik heb een hele leuke baan neergezet. Oh. Kijken of dat iets triggert bij jou. Wat wel mee. En anders verplaats ik hem weer. Gewoon zo de sloot in, nee. Joystick is zo super fijn. Ja. Heb je toevallig een joystick liggen? Nee. Wat je? Was ik weer? Oh, die bal. Ja, die krijgen we zo gauw niet meer erop, denk ik. Jawel. Niks gedaan, dat zijn de enige drie balen die nog voor mij staan. Het bijna meer dan mij, ik had er maar 4. Geef ik eens een compliment, dat is nog niet goed. Nee, dat klopt, dankjewel. Doe nou eens wat ik wil en niet wat jij wilt, stop hem al. Ik word rijk zijn in die game, dan kan ik die trailer halen. Dat is wel gewoon makkelijker. Hard werk. Ja.
dat moet wel. Zo ja. Blijf schuiven. Zo. Recht. Ik heb hem al laag gezet, toch? Ja. Hij is uitgeklapt. Ja. Klopt dan. Pik. Weg, weg. Mijn bal. Nee, hier mag ik wel, ik vind het niet meer leuk. Pak de volgende wel. Het is de tweede dag van maand. Oh, we moeten wel even opletten, we moeten de volgende maand inzaaien. Met barley, anders komen we niet uit. Ja, dat kan alleen volgende maand nog. Dus we hebben nog twee keer, drie keer slapen ofzo. Dus, Roger. Huh? Roger. Oh, maar ik heb punk en dat weet je. Roger. Ja, ik weet. Gaat goed met dat ding of niet? Verschrikkelijk. Ik kreeg hem er niet op. Hoe dan? Why are you not working? Wat is er zo anders dan? Hij ligt er precies voor. Moet die armen nog verder uit elkaar zetten? Nee, kan niet. Jawel, kan wel. Moet. Kijk, goed, want ik kan het ook met deze. Ja, maar er is niet zo'n ding. Mag ik eens kijken? Er is een vaste stok. Oh, die kun je wel uitrekken. Ja! Ik zat met de verkeerde knop te knooien net. Nee. Oh. Hehe. En die dan? Oh, ik hoor gewoon iedereen lachen. Nee, ze staan op mute. Ja. Oh, dan heb ik hem denk ik per ongeluk bij elkaar gezet met de joystick. In plaats van ja, kijk, dat wordt een stuk makkelijker van je. Ook moet er één blijven zitten. Omhoog en dichtklappen. Hehe. Godsamme. Het ziet er niet mooi uit hier achter de schuur, maar het is in ieder geval ik doe geen stopjes meer. Dat is wel een voordeel. We hebben in ieder geval de bal een beetje weggelegd. Dus naar beneden. Deze op jouw dak zetten? Nee, dank u. Ik pas. Zo. En dan gaat het iets sneller van. Oeh, die zwart. Oh, ik heb hem wel. Yes. Hot zo vlot. Dat in één keer. Ja, dat zijn te zeggen. Gaan een stuk makkelijker zijn. Dus dankjewel, bedankt voor de tip. Ik had het niet gezien. Ik was mee aan het knooien geweest met een joystick, maar ik zag zo gewoon niks. Dus. Nee, maar ik had net ook moeite. Iedere keer als ik niet de arm uit elkaar of in elkaar zette, want als je daar neerzet, dan wil je eigenlijk gewoon alleen die arm uit elkaar halen. En dan vallen ze eruit. Oké. Okay. Als het goed is. En zo ging dat bij mij ook wat sneller. Uitklappen. Het is niet mooi wat hier ligt, maar het is niet anders. Mooi is wat anders. We zien wel een beetje uit het zicht en zo. Het schiet niet op zo, of wel? Het schiet niet op zo. Jij doet me eentje tegelijk. Oh. ben je aan het trekken? Ja, ik zit lekker met jou trekken. Ja, een beetje variatie, weet je wel. Ik ben ook in dezelfde cabine. Weer mij ziet er mooier uit van doen. Even niet opletten wat ik aan het doen ben. Het werkt. Dus don't ask questions. Wat? Heb je hem nou lopen porren? Hij hangt een beetje onder in plaats van de boven, maar het zal wel. Op mijn scherm in ieder geval. Hoppakee. Nou, dat was hem dus. Wat een bal. Ja, dat is bal, hè. Het is echt best ballen als dat gebeurt je.
Potverdikkie, als ik dit zo doe, dan ga ik best boosten. Is deze bal kleiner of zo? Hij zakt er ook keer doorheen. Naar beneden en uitklappen. Oh. Vooruit. Smaller maken. Oh, verkeerde kant op. Niks aan de hand. Niks ernstig. Ja, die bal lijkt kleiner. Hoe kan dat dan? In een gras in. Nee, maar normaal gesproken kun je... Wat? Ik heb gewoon een knop ingedrukt, waar ik een kleine bal heb gekregen. Ah! Oh, jij gaat achter me staan. En daarom kon je niet verder naar achter. Deze is 3500 liter. Deze is... Het is gewoon hetzelfde. Waarom staat hij er? Ja, sorry. Oh, mijn gewicht ligt ook op de grond. Ik heb al mijn knop is te drukken. Daarom werkt het nou niet. Ik was met mijn gewicht aan het spelen. Kijk, nou ga ik niet meer staan. Oh, leuk. De laatste. Die is voor jou. Nou, kennen ze vegeteren. Oh, de hond die loopt in de schuur. Kom achter de muizen. Ja. En dat vond mijn zusje wel jammer dat er geen katten in zaten. Dat het wel een boerderij is. Ik zou eerder een kat verwachten dan een hond. Qua muisje. Oeh, muisjes en zo. Loslaten. Pak de bol. Vatertje. Eerst dat wat doet. Oh! Ding in één keer te trekken. Ben jij? Voilà. Ga mijn trekker terug, man. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Wat kan ik doen? Ik heb een cultivator gekocht. Verstelling. Dat je de verstelling blijft staan. En dan begin ik vast met ploegen. En dan kun je dus met de cultivator weer achteraan. Met dat gele ding? Gele bedoel ik? Dat is de ploeg, ja. Dan creëer ik even een veld. En dan. Oh, niemand heeft dat gezien. We hoorden het wel. Maar dan delen we dit maar gewoon in tweeën op, of niet? Een stuk gras en een stuk... Ja, doe maar wel. Ja, ja, ja. En dan gooien we die snelle tarwe erin. Of wat je kunt doen is splitten naar achteren toe. Dus een hele achterste veld... Ja, twee lange velden. Twee lange velden. Ja? Ja, mag ook. Ik denk dat het beste is hoor. Dan heb je wat lang... Of niet strak te keren. Als je over het wacht hebt, dan zou dat... Ja, denk ik hoor. Ja. Maar anders zat ik te denken van dan alles wat... een beetje om de huis is en alles... dan kan dat allemaal gras blijven. En dan dat... een beetje vanaf de helft naar achteren toe, dat je daar in één keer het veld begint. En een hele achterste stuk is dan het veld. Ja, zo ja. Ik denk dat we meer opbrengst hebben als we het tot de helft gewoon zo doen. Want dan heb je heel veel gras om het huis heen. Te veel, zeg maar. Dan doe ik links gewoon langs de weg in het gras. En ook dat nog gewoon leuk. Nou, de rest is dan veld. Ik denk dat dat... Kun je mijn stream kunnen kijken nou? Kan wel. Want als je dit zo ziet hier zo, dan als je over de lengte doet. Ziet u? Waar staat hij? Oh, daar. Nee. Ja, daar staat hij. Maar ik zie hem dan. Als je het over de lengte doet. In plaats van zo. Dan heb je twee hele grote stukken, nog niet zo vaak te keren. Nee, dat klopt.
Ik weet niet of ik dat voor mij kan uitleggen. Ja, nou nee, heb je dus je links hebt... naast de schuur, rechts naast de schuur, kun je dan allemaal gras laten en dan een stukje van het schuur af naar boven toe voor jouw schil. Ja. En dat nog een beetje gras en dan in één keer helemaal van links naar rechts, groot veld. Dat is ook een optie. Moet je daar even een poort maken, anders komen we daar niet helemaal heen. Nee. Ik doe voor nu even over de lengte, dan gaan we later als we het extra cash hebben, dan kunnen we pot alles neerzetten. Dat kost ook extra geld. Het is voor mij zo'n 2000 of zo. Hebben we wel. Zonde. Dan moet op een gegeven moment toch weer proeven. Kunnen we er gewicht van halen? Daarom ook. Dus ik doe wel eens eventjes in de lengte en dan kunnen we later wel veranderen naar als we extra cash hebben. We kunnen dan ook moeten sowieso op een gegeven moment velden samenvoegen. Als we het veld hier achter komen bijvoorbeeld. Nummer 116. Dan kunnen we dit in principe weer glas laten. Oh ja, de beacon naast staan. Zo. Het klappen. Hey, nou kan ik niks op de achterkant met dat gewicht. Ja, dat is een goede inderdaad. Moet je gewicht even aan de voorkant doen. Oh, ik heb de hond overreden! Sorry. Over de hond heen. Ja. Op zich. Hoe heet hij dan? Ringo? Ik voel me als Ringo, ja. Ja. Het is zo vergiftigd dat ik niet weet hoe die heet. Oh! Oh, die staat al aan. Oké. Okay. Hoop dat ik een beetje rechte lijnen kan trekken. Vera, DHL is hier nog steeds. Het is in eerste tijd wel. Het was de bedoeling dat ik elke stream ga ik proberen, een of twee streams ga ik grapjes wat verplaatsen, weet je wel. Dat was een beetje de bedoeling, dat probeer ik in ieder geval. Chimboekjes. Ik ben er stenen erin zitten, was ik vergeten inderdaad. Oeh. Ja. Maar hij heeft er heel erg last van. Dus extra schade voor je zooi. Maar die kunnen we op een gegeven moment wel zo'n machine verkopen. Voor nu is het wel goed zo. Dat is vast. Nou, ik begin langzaam wakker te worden nog. Door de koffie of door de tijd? Weer allebei. Waar ik nou mee bezig ben is het belangrijkste, dan moeten we zo eventjes die snelle tarwe opgooien. Waar kan ik cultiveren? Waar ik geproefd heb. Heb je al veel gedaan? Twee strepen. Moet je voorzichtig doen, anders gaat het allemaal scheef van alle kanten op. Dus, als het goed is ziet ook dat de map nou verschijnen, ja. Dus dat is wel nice. Te dicht langs de kant. Als je moet nog een harvester kopen. Lijn. Oogstmachine. Oh, echt hè? Ja, ik heb hoe krijg je voor die balen dan? Wat zeg je? Krijg voor de balen. We kunnen nog contracten gaan doen. Ja, we kunnen even tot de buren gaan helpen inderdaad. Ja. Dat scheelt ook weer. Ik kan het veel doen. Dat denk ik twee keer heen en weer hè. Ik ga het proberen strek achter iemand te rijden. Even kijken. Ik kan niet zo heel snel, ik daag wat zand opspitten. Maar... Dus ik moet eerst de randjes moet ik even wat voorzichtiger doen, zodat ze mooie randjes blijven. Dan nog even cross. Dus ik kan wel gaan crossen.
Ik heb mijn stuur ingesteld op 1% precies. Zodat ik altijd nog een doodpunt in het midden heb zitten, zodat ik in ieder geval rechtuit kan rijden. Ik kan een beetje cheat, maar anderzijds. Kan dit echt ook, misschien. Ja, het gas. Mijn auto doet het ook in het echt, dus erop. Die is zo versleten. Nee, grapje. Ja. Wat doet jij dat? Shit. Kijk hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik heb het gevoel dat ik helemaal gefocust ben op het scherm. Nog even webcam aan. Al... Ja. Nice. Het ziet iedereen hoe een ochtend gezicht echt uit moet zien. Ja. Ik heb de camera rechts achter mij staan, zodat je de simring kunt zien. Dus dat scheelt voor mij. Oh ja. Ik vind het zelf ook wel interessant om te zien hoe mensen een simring hebben. Dus ik doe het op deze manier. Ik ben nog aan het kijken naar andere webcams, dat er ook eentje van voren hebben eventueel. Ik gebruik veel laptop. Nou, hij zit ver weg. En een beetje een crappy laptop. Dus, een numpad, of hoe noem je dat? De thumbpad, hoe noem je dat? De muis. De laptopmuis is er nog niet eens. Dus, mousepad. Ah, de mousepad, ja. Ik kon er niet op komen, ja. Goedemorgen. Ik heb er gewoon een muis aan zitten, dus bedraden met een staartje. Oh, ik zie de steen nou. Hoppakee, dat is leuk. Oh, dat heeft lang geduurd voor de stenen, zag. Ja. Je cultiveert ze wel weer een stukje in, dus dat scheelt weer. Maar, hondje gaan de kant. Ik zie ze nog in één keer drijven. Theoretisch liegen ze zelfs. Die hond loopt onder de trekker, dat wil ik hier bij. Hey, kijk! Ze liggen niet eens meer op de grond. Nee. Die stomme hond op de weg. Weg! Dingo! Nee, van huis. Stom beest. Ik bedoel, lief beest. Ach, kom op, gas. Ik ben wel breed. Wat is dat? Ja, 9 meter is het. Daarom wil ik het eerst ook graag hebben, want die andere is 2 meter breed of zo, dus zijn we 6 weken bezig. Nice. Dan ben ik niet. Ja. Ah, hond! Erg, hè? Ik ben er netjes even gaan... Oeh, ik ben de schutting eruit, op hek. Ik ben het netjes even bezig wachten tot het die weg was. Ben je erg? Oh, wat ben je erg! Wat voor... Dikkie! Als je uitstapt, kun je hem naar huis insturen met de muis. Go home. Oh, ik kom er eerst langs. Dan kom ik in de buurt, gaat hij opstaan. Gaat hij alsnog op mijn baan. Ik kan hetzelfde. Dan ga je eindelijk aan de kant en loopt hij een rondje loopt onder de trekker door. Ik heb zo'n vroeg een stukje meer geploegd van jou, zwijgen. Nee! Hey, als jij mij speelt, cultiveert, dan ploeg ik jouw spel. Oké, eerlijk is eerlijk. Niet helemaal zoals het wordt, maar... Maakt alleen maar meer werk. Echt heel veel werk. Shit. Ja? Niks, niks. Okay. Er zitten hier nog steeds vlekken in het zand, dus dat is wel een beetje raar. Maar ja, het is niet anders. Is what it is. Ik denk dat dit ooit een groot... straatstukje wordt, denk ik niet. Dat het gewoon zijn main farm is. Kijk, het is wel vet om hier gewoon al ons spul neer te zetten. Ja, gewoon. Even een klein stukje. Zo. Heb ik dit stuk ook gehad? Deze aansluiting hebben we niet wat optrek van het veld gehad. Je moet ook even een klein stukje door jou te zijn. Nee! Een klein stukje. Zo. Je wil mij eens zien getriggerd worden, of niet? Nee, ik ben netjes veld erbij. Ik probeer me zo mooi en strak mogen te houden. Met je OCD. Klein beetje. Dan
Dan ga ik niet zeggen wat hier hoe het er links uitziet. Shit. Het is moeilijk, oké? Okay? Hey. Oeh. Nou, kom op. Je komt bijna niet vooruit, joh. Ja, het is een beetje modderig hier. Ja, yes. Dat is wel mooi, want dan zie je soms ook gewoon één wiel slippen in plaats van alles. Ja. Dat is wel nice. Oh, ik heb eindelijk een van mijn collega's blij. Die kan geen Engels. Visgeertje is dat. En die wil heel graag dat ik het Nederlands ging streamen. Dus ik heb hem eindelijk blij gemaakt. Elke keer, bijna elke dag vroeg hij. Ja, wanneer ga je het Nederlands dan? Wanneer ga je het Nederlands dan? Mooi man. Dit is speciaal voor hem. Simply wacht. Ja. Eitje! Ik moet daar wel weer stukjes doorheen, anders kan ik dat gewoon een stukje niet meer pakken. Vast. En gewoon, ik denk, ik ga weg. Ik ga bij jou uit de buurt. Uit de buurt en dan kom je weer terug. Ja, ik moet toch bijploegen. Misschien moet je gewoon even niet de stukjes gaan doen die. Oh. Die die te dicht op het groene zitten nog. Waarom moet het hier nou? Klaar mee. Te veel steentjes. Ja. Maar ik heb ook nog een verkeerde knop op zich. Alleen heel veel stil. Ja. Maar het is wel geinig, want je kunt in de story mode, zoals wat ik dus met mijn server doe, de Engelse versie, ja. Dan pak ik die stenen op en dan die gooi ik op een heuveltje en die kun je verkopen. Maar wat ik dan wil gaan doen is uiteindelijk mijn farm, het zijn allemaal zandpaden, weet je. Hoe vaker ik een weg rijd, maak ik op een gegeven moment na de stream van die inrijstroken van, zeg maar, waar ik vaak langs rijd. Ja. En dan twee streams daarna maak ik er helemaal complete zandpaden van, dat er dus helemaal geen onkruid tussen groeit, zeg maar. Ja. En dan op een gegeven moment wil ik dus dat grind gebruiken, want dat zand wat eigenlijk, of de stenen wat uit de grond komt, om een soort van grindpad van te maken, weet je wel. Oh ja. Dus dan verwijder ik gewoon de heuveltje met grind en dat is gewoon een soort van story van ik heb een grindpad gemaakt, weet je wel. Dus, en dan kost het in ieder geval geen geld, omdat ik dus daar met Zero to Hero doe, dus ik moet echt met iemand niks begonnen doen. Ja. Dan kost bij het bestraten van de grond in ieder geval niks in het begin. Ja. Dat is ook wel een geinig idee. Leuk. Een soort van story mode. Die we eigenlijk ook een soort van hebben. Ja, maar het is een mooi groot veld zo toch voor de snelle speed. Ja, dit is mooi. Ik weet niet wat de groeitijd is. Half jaar of zo. Oh. Het duurt best lang, ja, dat moet ik nog te. Wat dingen tussen nodig. Daarom twijfel ik ook over om twee nachten per maand te doen, want we hebben toch nog twee nachten. Wij staan op twee nachten. We wonen drie nachten. Uiteindelijk, hoe meer we te doen hebben, hoe langer we moeten zetten, anders komen we er niet aan toe. Gaat allemaal door. Ja, door. Nou, kun je een keer op de menu knop drukken? Ik heb geen menu knop. Ja, menu, sorry. Ik heb escape. Escape, ja. Je hebt meestal een menu op mijn tablet, dus ja. En dan bij die kalender even gaan kijken. Oh, eind maat. Weed kan al bijna niet meer. Nee, daarom ook. Nog één maandje. Ja, weed niet meer. Nee, we gaan toen speedweed, hè, barley door. Dus, en die moet je dus, ja, die moeten je dus planten in daar. En als het goed is, kunnen we de oogst in juli. Ja. Dus, en we kunnen het blijkbaar nog een keertje planten in september. Dus dat is gewoon ja, maar dan moeten we bijna een heel jaar wachten voordat het weer geoogst wordt. Had ik dan, ja, ik wil net zeggen, dat vind ik wel gek. Maar we kunnen van maart kunnen planten en dan kunnen we wel oogsten in juli. Alleen, als we in september moeten we wel even een jaar wachten. Ja, maar tijd van het jaar, hè. Groet in de zomer hadden, denk ik. Dus dat heb ik met de moestuin ook, hier achter thuis. Als ik de knoflook erin gooi voor het eind van het jaar, ja, dan duurt dat langer dan dat ik hem er nu in gooi. Ja. Maar geen idee. Oh, allemaal hekjes hier. Ja, dat vind ik jammer. Ik zie het niet. Dat vind ik zo jammer. Allemaal bamboe. Dat is het enige wat ik niet kan zien bij jij is niet. Dat is toch maar hekjes. Zeg dat ik dit keer veel meer zie. En dat moet kunnen, want die hondjes die lopen er ook. Dus dat is toch eigenlijk al raar. De hondjes zien we ook allebei. Dus waarom dat is? Geen ahnung. Geen Duits. Ik ben niet zo goed Duits. Ik ken alleen maar scheld voor hondjes. Ik werk in Duitsland, ik moet wel. Oh ja. Keus. Ja. Ik heb het Duits nodig opgeleid of zo. Verschrikkelijk vakje. Ik ook niet. Heel eerlijk, ik ook niet. Ik heb Engels trouwens ook. Alle talen denk ik van de buiten.
Ik kan wel zeggen op de stream. Nee, ik heb heel veel gespijbeld. Oh. Ik was er altijd wel, ik deel in niks. Als je me wel vindt, zat ik op de voetbal gewoon. Oké. Gelukkig allebei toch een goede baan gekregen. Ja. Ik kan niet zeggen dat het altijd zo is. Nee, het werkt niet zo. Officieel niet, nee. Gelukkig. Ja, allebei geluk had je. Niet lang, maar je hoeft na dat stukje nog één keer. Dit gaat nog wel snel voor mij, maar jij kunt straks zaaien. En ja, dat gras gaat vanzelf om. Zegt u? Dat gaat vanzelf om. Nee, gras moeten we ook even doen. Dat moeten we ook even inzaaien en zo. Dan hebben we meer opbrengst. Want de geplante gras, die gezaaide gras, die. Hey Jimin, welkom. Is een keer wat nieuws in het Nederlands. Mooie, wat? Mooie nummer 1 badge trouwens. Dat heb ik nog niet gezien. In ieder geval niet bewust. Maar als we dus de gras gaan zaaien en zelf zaaien en dan gaan we mesten, dan krijg je dus 100% winst. Dan zijn we 2 keer zoveel in theorie. Ja, doen. Deal or no deal. Lastig hè Jim, en ik heb hetzelfde ook. Ik probeer Engels te praten. Ik heb de game ook nog in Engels staan. Ja, nee, maar Speedweed klinkt wel leuk. Ja, Speedweed noemen we het nou. Geen idee wat Barley anders heeft. Jimin is trouwens mijn kleine zusje, heb je een shout-out. Ze streamt ook. Wel in het Engels. Heel af en toe Nederlands van mij met Minecraft. Maar... Dus even checken. Als jullie willen. Eigenlijk moet ik dat niet doen, want ze is dan meer volgers dan mij. Dus ik kom een beetje achter bij haar. Maar voor de eerste keer, oké? Okay? Echt grapje. Volg haar. Of kijk haar even. Volg mezelf weer. Ik heb bijna geen grip meer in het midden. Het is net alsof het heel modderig is van het water of zo. Door die bambies. Wat drinkt door de bambies heen? Nee. Oh. Gelukkig niet, ja. Is toch ergens. Oh ja, nee, hier. Er is een heel groot plas water hier. Toch wel, ja. Nou. Maar ik wil wel zeggen, want het is extra voeding voor de bodem. Ja. Op één plek. Oh, maar nee, deze lukt niet nog. Nou, kom op. Grip. Dat weg is. Ik heb gewoon grip hier. Laatste kleine stukje, kom op. Doe maar. Power. Ik kan een Lambo trekker moeten kopen. Ik heb mijn klaarste kant overal in met dat ding. Yes. Doe maar. En nog slim andere wiel. Yes. Eindelijk. Oh, verkeerde knop. Ik heb het loslaten van het apparaat achter en het uitklappen op dezelfde knop zitten. Alleen ik moet dan met de trigger een soort van shift key indrukken. Dus ik vergis op zijn shift key en dan drop ik hem zo in. Maak het niet zo moeilijk voor jezelf. En dit was makkelijk. Het mooiste is, ga gewoon uiteindelijk kijken of het met spraak. Wat hè? Met spraak. Spraakfunctie. Hey tracker. Laat ploeg los. Plop. Alles op cruise control. Ja. Nou, we kunnen morgen pas inzaaien, hè? Oh nee, we kunnen nou al gaan inzaaien. Maar je kunt wel alvast kopen. Ja. Dat komt vast inderdaad. Dus ik ga het niet met de hand doen, sorry. Ah, is toch een beetje op verkeerd knop. Ziet u iets in de aanbieding? Wat we kunnen gebruiken? Simply. Ja. Dat stomme ding wat ik in stream nodig was. Of in server bedoel ik. Die slurry ding. Die is weer in de aanbieding in deze. Maar die kwam nooit in de aanbieding in de fucking server. Net als de vorige keer was die ook al in de aanbieding. Ja. En misschien als je nu kijkt. Ja, op server. Ja, laat me even afsluiten. Ik kom zo terug. Saai machines. Ben ik klaar nog 3 keer? Nee. Ja, nog 3 keer. Nee. Ja, ik weet 7000. 3 of 2 keer. Als je trouwens de plasjes heel. Oké. Een zak met zaad. Dat is ook wel handig. Eigenlijk moet je nou zo'n vieze moddergeluid horen.
Ja, ik weet het, Jim. In die Pretzel Rocks is irritant. Ook liedje dat verandert, komt die het intypen. Dus het spijt me. Ik moet even die app kopen en dan doet hij dat niet meer. Het is alleen met de gratis versies of zo. Tja. Het is niet anders. Dus ik ga even centjes sparen en dan komt het helemaal goed. Ze komt in ieder geval mijn reclame mailtje van volgende stream in ieder geval af en toe langs. Dat scheelt weer. Die gaat naar 3 comments in 30 minuten of zo ongeveer. Dus first person lampen. Oh shit, ik moet de voorlader hebben. Die heb ik niet. Nee, ik ook niet. Anders kan ik de zakken met Jean niet meenemen. Als het goed is, moet ik het in één keer kunnen doen. Maar verder wel leuk muziekje zo, toch? Jammin. Heb ik de ploeg in de weg gezet. Ik zet de cultivator daar straks wel voor. Ja, ik haal even de... aan de kant en dan kan ik de vorm pakken. La! Ik ken er niet bij niet. Huppatee! Ja, ik heb eerst rock en metal muziek, maar oeh, ik denk dat de meeste mensen dat wat minder mooi vinden. Ik moet even pakken nog wel even. Het duurt allemaal zo lang. Maar dan komt die ene weg gaan staan, ik kan die grote bok maken. Oh, wat zeg je dan? Ik zei het nog, ik moet even de ploeg aan de kant zetten, kan ik die voorpakken. Dude! Niks niet vervelend. Let's go. Oh, ik denk gewoon power achteruit. Zo. Nee, dat is niet weg. Zo, werklamp uit. We zullen eerst gewoon geslapen zodat het licht is. Het is al half namelijk. Ik hier wel even staan. Netjes en ze vrij. Lampje ziet. We moeten sowieso straks. Bij jou daar weer. We moeten sowieso deze maand. Of de volgende maand gaan saaien. Anders komen we niet uit. 7 uur. Beetje minder slapen, spijt me. Hey visgeetje, daar ben je wel. We zijn eindelijk in het Nederlands, speciaal voor jou. Onder andere. De andere. Zie je mooi Nederlands? Dat is Marty. Marty Simply. Hij is gek als springen blijkbaar. Hard. ADHD hè? Tu. Oh, wel even starten. En het regent nou, dat is wel een beetje jammer. Maar... Ja, kunnen we dat dan wel zaaien? Nee hè? Zaaien wel. Water is goed voor de zaadjes hè? Oh, water. Ja, nog meer plekken. Wacht, wat ga ik doen? Ik heb we moeten nog een mestding hebben. Dat zal ik ook even kopen, hè. Mest. Fertilizer. Komt op de voorkant, of niet? Die kost maar 750. Nee, dat scheelt weer. Oh. Groter maken. Dubbele covers. Met een attacher. En lelijk groen. Boy, yes. Oké. Okay. Er ligt ook een zaaimachine nou, zo'n groen ding. Zak met zaad al, even fertilizer kopen. Met mest. Waarom ben ik ook hier langs gegaan als ik gewoon vast achter jou? Ja, ik ben bijna weg hoor. Dus, alleen even een trailertje halen, we hebben geen trailer. Oh, het veld voor ons is dood. Ah, oh, is gelukkig niet. Hey, die spawnde alles wat was geplant ofzo. Oh. Is nou in één keer weer een... Cultiveerd veld, denk ik zelfs. Oké. Okay. Ik heb ook maar gelijk even een trailertje gehaald, dat is wel nodig. Dus, Sproeien. Er zijn sproeiers die op de voorkant komen, of niet? Nee, deze is allemaal achter. Zo. Ja, je kunt straks de trailer en de zaaimachine, of de mestmachine, de verspreider ermee nemen. De mestverspreider? Ja, die zit een trailerhaak aan. Oh ja.
het extra eentje gekomen. Eentje. Neem eens gewoon een zo'n klein sproeidingetje voor achter te trekken. Ja. Wat is de topsnelheid van jouw trekker? Staat rechts onderin, dat is onder jouw snelheid. 41. 41. Jij is het al? 51. Oh, jezus. Plus ik heb simbreak, dus ik kan iets strakker sturen en zo. Gaat niet verkeerd bij mij. Nee, dat zou je niet, maar het stuurde was strak. Alleen niemand ziet het. Geheim. Geheim. Kijk, als ik hier op de sloot spring, dat ziet niemand. Zo ziet ze dat niet. Kijk, daar is mijn Nightbot brug. Hier ben ik alweer gezien. Dan moet je even wachten met de trailer meenemen trouwens. Dan gooi ik er eventjes de zakken dan met de vork. Kijk. Oh, we hadden trouwens ook de trekker van hun kunnen gebruiken. Er staat nog een trekker van hun. Wat denk ik erin? Och, tuurlijk. Ja, niet meer gedacht. Nee. Kijk, we hebben bij elke winkel en zo. Ik druk er gewoon op knippen. Ik druk er in plaats van knippen. Oh, doe het even opnieuw. Ja, ze staan nou precies goed. Kan ik ze tegelijk oppakken namelijk. Oh. Yes. Heb je de groene ding? Nee, ik moest weg. Nee, wacht, nee. Dan kan ik ze tegelijk oppakken namelijk. Het scheelt ook wel geknooi. Iets smaller. Ja, zie. Ik probeer niet tegen de groene ding aan te rijden. Gelijk even de zaaimachine. De trailer die kan ik aan Wat? Dit ding meenemen. Ja, koppelen, maar nog niet weer neernemen. Moet die zakken er even op zetten. Het. Waarom wil dat niet? Wat? Je rijdt ergens ding aan, hè? Ja, ik wil die ik wil het zaad erin gooien, maar ik wil niet. Oh! Straks even kijken. En de klep gaat wel op, maar er gebeurt niks. Maar... Nee, ik zal even laden. Oh, het is weer ver. Diepte is. Oh, dan sleep je hem naar voren heen. Ik deed op Q. Ja. Oh, maar dit ding is zo irritant om achterwaarts te rijden. Ja, yep, dan zet hem maar gewoon naast de schuur dicht langs. Of voor de balen of zo, weet je wel. Er moet nog één zak bij hoor. Trek eruit. Ik moet toch in wachten. Zonder het voor te luisteren. Zo. Yes. Ja, ik ging netjes er toeteren. Moment. Maar... Ja, die pak je niet zo 1, 2, 3 op. Niet? Blijf van de alt-knop. Of blim. Oh, realistisch. Dat was de zak die trok uit elkaar. Ja, ja, die zak die krimpt straks ook in als die kouder, lichter wordt. Kouder? Zijn nou kouder? Jij wou koud is zeggen? Dat vind ik echt leuk, wil kijken naar de reactie van jou. Huh? Punk? Ja? Ja? Ik heb een hond hier. Ja, dat bedoel ik dus. Je moet hem niet ook je aanklikken. Zeg maar even dat huis in. Naar huis toe. Oh jezus, die is te eerder. Ja. Hey, stop. Oh. Heb je nooit in mijn aanhanger gereden? Hé, hey, Hendrik? Strek ik, gaat toch niet zo snel? Ja, ja, dus het glijdt er vanaf. Je kunt ook vanuit de trekker met L drukken, maar dan... ik vind het legit als je... met R. Yes. Als je in de trek zit, is het L, dan gaan ze allemaal tegelijk, maar... Nee. Legitness is even te langs heen lopen. En eigenlijk altijd vanaf de linkerkant, omdat je daar dus die trekbanden hebt zitten, zeg maar. Die trekijzers. Nou, oh, kennen we zaaien en mesten? Ik kan. Dit kost.
zit hij aan de 500.000 leerling, dus dat is op zich wel nice. Nico, je trailer is kapot, knippelen gaan naar rechts en je gaat naar links. Net nieuw gekocht, die trailer. Nou ook kapot. Oh, je gaat er rechtdoor dus. De lamp bijna knippen ligt erin. Oh, echt? Ja, lamp ligt erin. Dikke vingers. Wat, dikke vinger? Dikke vinger. Dikke vingers. Oh ja, jij met je tapknoppen. Is dat niet weer gebeurd, hè? Is een ban... Ja, dat is... Ideaal. Echt dat boer die zo gewoon die knop eruit trekken. Zeker tegen jou, dat vind ik kieperig. Is jouw trekker van BMW? Oh, hey, ik kan zien wat ik al achterin heb liggen in de aanhanger. Ja, ja, ja. Als goed is 2000 en 1000. Ja, klopt. Ik zal na de stream ook even kijken hoe het hem in Nederlands kan zetten. Kunnen we eigenlijk niet op. Oh shit, we zijn al 2,5 uur bezig, joh. Ja, klopt, ik moest zo stoppen. Precies zo. Het is eigenlijk tot 11 uur, maar... Dit is wat jij bedoelt met uitlopen. Juist. Het is altijd uitlopen. Wij streamen eigenlijk van 8 tot... Tenminste, s'avonds stream ik dan van 8 tot 10. Maar we zijn meestal tot 8 tot 11. Maar het is officieel 8 tot 10. Komt er toch altijd uit. Gaan we eerst nog inzaaien en messen, of...? Gaan we nog redden? Nou, ik heb het de volgende keer nog niet, en we gelijk iets te doen. Ja, klopt. Toch? Klopt. Ik ga... Zal ik hem aan deze kant van de schuur zetten of op het gras? Ik zal hem gewoon achter de schuur zetten, langs het... langs de balen heen. Ik zal off-stream eventjes kijken dat ik daar wat beton kan stoppen. Ja. En dan heb je een stukje waar we balen kunnen laten en eventueel de trailer en dat soort dingen. Dus... Dan zal ik gelijk even de balen met netten wegleggen. Sparen voor een nieuwe trailer of een doorrijgarage. Allebei. Allebei. Kijk, waar ga ik dit ding neerzetten? Dit is er nodig, volgens straks, maar in de volgende stream toch nodig, dus... Serieus? Je staat helemaal daar en pak je niet waar ik voor sta. Skills. Ja. Je kunt het ding gewoon achterlaten hangen, je bent hem straks toch nodig in de volgende stream. Maar ik zet de trekker uit. Ik heb geen verlichting meer volgens mij. Wieken uit. Oh. Utsta! Zaklampen dan. Mooi. Hey, daar flink wat opgeschoten, hè? Nee. Voor de eerste keer, wat doe je nou weer? Wat klip je nou weer in die paal dan? Ah. Dus. Oh. Monkey. Oh, je honk is weer hond in zijn thuisje. Ja. Volgens mij wel waar wil je. Nee, maar... Best wel... Best nattig. Ja, het is... Volgens mij is het die mod. Die dat doet. Je hebt hier ook. Maar ik weet niet zeker wat ik heb. Dat vind ik gewoon transfect. Dit is gewoon schaduw. Ik kan me niet herinneren dat er zoveel schaduw kan zijn. Wanneer het zo bewolkt is. Maar ja, de zon schijnt daar zo. Klopt, maar... Het is een vrij felle zon, hoor. Ik moet er ook niet in kijken. Ik zeg, nou gaat de schaduw minder. Echt? Oh nee, toch niet. Lekker. Tenen rapen. Ja, daar moet ik nog een keertje naar kijken. Maar zeg, we zitten nu op 300.000 aan leerling. Dus we moeten even oppassen wat we doen. We moeten nog een oogstmachine halen. Oh, wacht even. 3 ton. We hebben nog 2 ton te gaan. Oké. Okay. Ja, maar inderdaad, we moeten sowieso wel oppassen. Want... Ja, we kunnen een maar hele... Moet... Ja? We kunnen nou inzaaien. Ja, we kunnen zaaien niet, maar we moeten nog een oogsten, dat is het belangrijkste. Trailer hebben, die kunnen we ombouwen naar een dichte bak, of een open bak, hoe noem je dat? Ja. Dus dat scheelt weer. En ik heb als het goed is een mod hierin staan dat we een hele oude antieke harvester kunnen kopen. Een oogstmachine. Ja, klopt Jimin, sorry, ik had je bericht niet gezien. Chatting. Even kijken, ja, 12.000 een harvester. Dat is de goedkoopste die erin staat, 12.000. 12? Oh. Dus, en die is... 1,5 meter, oh nee dan niet.
ben alleen benieuwd wat we ermee gaan vangen. De opbrengst, ja, dat is even afwachten. Dus. Nog eentje van 23.000, wel oudjes aan antieke, zonder dak erop. Dus, heb je dat gezien in de winkel als je bij de Harvest kijkt? Harvest. De normale Harvest. En helemaal naar achteren scrollen heb je drie mods staan. De Bison, de Giant. De Gigant. En de Fistula. Kijk andersom. De achterste. Zijn de Bison, de Gigant en de Fistula. Die dingen die gaan. Die lijken heel erg irritant klein. Valt mee, die andere twee zitten er in backup, dus die kan een grotere backup. En die laatste is inderdaad heel klein, maar die kost ook maar 12.000. Dan hebben we in ieder geval een oogstmachine. Pas er nog meer nodig zijn. Dus dus vandaar. Maar dat ziet we die Bison nog. Ja, er moet nog een back bij gekocht worden, hè. Er moet nog wat bijgekocht worden. Er moet nog de header. Ik zit te kijken, waar kan ik dat? Die die kopje. Die moet je op wat bijkopen, die kost 5.000. Prima. Dus, en die andere back voor die rode daarnaast, die kost 8.000. En die laatste zit al een back op, dus hoeven we niks voor te kopen. Die is gewoon kant en klaar voor 12k. Maar die andere kost maar 5, dus dan zit je in totaal 28.000. Ja, maar als we die ene halen, dan ben je klaar, 12.000. Dus vandaar. Maar dat zien we tegen de tijd wel, we moeten nog meer hebben namelijk. Dus, ja. Weer van ton. Breed is die nou? Dat kun je niet zien helaas. 15 meter. Nee, die is niet 15 meter. Wat zit je te kijken dan? Als je van die John Deere op dubbel klikt. Oh ja, die John Deere. Ja. Het zijn volgens mij nog iets grotere. Maar daar hebben we voorlopig nog even geen geld voor. Ik wel, maar dan is het stop. Maar die John Deere is veel. Alleen die machine kost al 550.000. Oh, een kleintje, 258. 58 probleem. Ah, wel wel leuk. Wat sowieso een van die drie mods. Dat sowieso. Dus ik zal in de server even kijken hoe breed dat ding is. Want volgens mij heb ik in de server nog staan. Ja, want als je die eerste zou pakken, kom je al op een 100, of kom je al op een ton uit. Als je de officiële pakt. Welke van de harvesters. Maar die eerste. Ja, nee, die Rostzolmash. Weet ik wat dat is. Nova. Ja, Nova 30. Ja die. En dan plus de header is gewoon een ton bij elkaar. Daarom ook. Dus wat sowieso eentje van de mods. Jezus. Dat was sowieso eentje van de mods. Ze zitten op 30.000, iets van 60.000 of op 50.000. 30.000, 50.000 of 12.000. Maar 12.000 klinkt voor mij aangenamer in eerste instantie. Ja, daar kunnen we wel mee beginnen. Maar het is wel een groot veld. Maar we hebben ook... Op zich valt het wel mee hoor. Dus we zijn met z'n tweeën, weet je wel. Dus als het iets langer duurt, is het niet zo'n probleem, ja. Dus, dat scheelt ook weer. Maar we gaan het zien. Ja. En waar ben jij? Oh, daar ben jij. Staat naast mij. Dus, dankjewel, Simply. Ja, ook bedankt. Kijk, ik zal even een shout-out erin gooien. Voor jou. Ja, mij lukt dat niet. Nee, ik kan je wel even een keertje helpen met hoe dat werkt. Ja. Dus, ja. Volgende week zaterdag weer. Ja, ook zaterdag, 9 tot 11? Of van 9 tot half 12? Nee, we zien wel. Ja, we lopen van 9 tot om en nabij 10. 11. 11. Ja, in principe is het 2 uurtjes 11, maar met uitloop tot 12 in principe, half 12. Dus, we gaan het zien. Dankjewel, ik ga je op de mute gooien. En dan, ik jou ook. Spreek ik jou later. Hey, dag Simply, doeg! Nou, dit was gezellig. Het is voor de eerste keer in Nederland. Maar doe ik het Engels. Morgen ook weer. Morgen? Of dag vandaag? Zaterdag toch? Ja. Maar morgenavond doe ik, als het goed is, als alles goed gaat met Ghosty. Dan stream ik normaal gesproken op de zondag de Dead Island Riptide mee. Hier heb je link. Die doen we Dead Island mee. Wel in het Engels, dat is vijf. Op het moment doe ik één keer in de week Nederlands. Want ik ben ooit begonnen met Engels. En toen heb ik daar de meeste kijkers. Maar... Dus, dus hopen jullie dat leuk vinden in het Nederlands. En als het bevalt, dan kan ik het wel vaker in het Nederlands doen. Dus, ja. Dus morgenavond Dead Island. Volgende week donderdag is er een giveaway stream. In... hoe dat? The Long Dark, survival. Moet je een beetje de sneeuw in wandelen. Dus niet te survivalen. Dan geef ik het spel weg. Want ik heb, dankzij jullie, alle volgers en kijkers, 50 volgers kunnen halen.
En zelfs affiliate, dus dat was nice. En daar ben ik jullie dankbaar voor. Dus dan wil ik een gamepje weggeven. Dus dat is volgende week donderdag. Wederom ook een Engelse stream, maar... Dus ik denk dat we wel vaak in Nederlands erin gooien, dus is wel gezellig. Dus ja. Dus bedankt voor het kijken. En ik zal proberen die Pretzel Rocks eindelijk te gaan betalen. Want dan komt in ieder geval de gespam van Pretzel Rocks niet meer in de chat, dan kan ik dat uitzetten. Dan komt er waarschijnlijk in beeld ergens iets te staan. Ik heb trouwens nog een ander scherm denk ik in mijn nu. Nee. Ik zie wat ik hier doe, een soort van. Dus ja. Maar we gaan het zien. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het volgen. Maar een paar nieuwe. En... Kees Sven, bedankt voor het volgen. Oh, dat was er al. Oh nee, en Rotting Nitrate. Die vannacht nog een keertje gevolgd. Dus bedankt voor het kijken. En op tot de volgende. Dankjewel jongens. En meisjes. Doei.